Move TV Live, de summer episode, wordt mede mogelijk gemaakt door Comtest Computers. Een computer voor jou en mij. En ook game reviews. Met Samal Sablinski. Dus Pro Gamers met Dylan en Matthias. En Bullshit TV 1 voor jouw dagelijkse portie bullshit. Hallo, maar welkom bij een nieuwe Move TV Live. We zijn weer live en we gaan het vandaag hebben over Nederlands YouTube en over games en eigenlijk nog veel meer. En natuurlijk doe ik het niet alleen. Ik heb vandaag ook weer gasten hier naast mij, Samal Sablinski. Ja, hallo, welkom. Het goed uit? Ja, bedankt. Ja, Samal Sablinski, moeilijke naam uit Polen. Ik zeg wel Sablinski. Ik zei Samal. Ik zei het goed, hoor. Ja. Soms Sablinski, zegt iemand hier, ja, inderdaad. Maar jij doet natuurlijk NL Game Reviews. Ja, NL Game Reviews ben ik nu mee bezig. Hoe lang doe je het al? Ja, al een jaartje ongeveer. Ik heb een website www.nlgamereviews.nl en we hebben nu al een redactie en zo. En vooral over games en elektronica. Ja, waar ben je mee begonnen? Ja, ik ben ermee begonnen omdat ik sowieso elektronica en zo, games spreken me aan en ik vind het ook gewoon leuk om dat te bespreken in video's en zo. Dus ja, vandaar. Ja, leuk. Dus mensen, check allemaal even NL Game Reviews na de live uitzending. Misschien krijg je nog wat taal beneden bij, hè? Ja, dat zou leuk zijn. En naast het wel natuurlijk Gideon. Ja, je kent hem, hè? Die was altijd. Ik ben er altijd. Staat er altijd bij voor de leuke kritiek. Nou ja, zit deze keer in. Ja. Ik ben er altijd bij. Ik ben overal met mijn kritische blik op allerlei dingen die helemaal niet nuttig zijn. Ja, dat kan af en toe ook heel nuttig zijn, toch? Ja. Maar laten we maar meteen to the point komen. We gaan het hebben over de YouTube-kering. En eigenlijk het eerste is meteen weer helemaal niet to the point. Gideon, wanneer ga je naar de YouTube-kering? Nou, ik zal je vertellen. Ik had laatst het rare idee om toch maar een keertje te gaan. Maar ik dacht van dat is niks voor mij, dus laat ik maar niet gaan. Ja, ik ga probeer het gewoon eens een keer, joh. Ja, misschien. Maar dan moet je niet naar die Belgische YouTube-kering gaan. Dat is op een grasveld. Ja. Ik vind het wel leuk als het dan, als je tenminste een dak boven hebt. Zo is de eerste YouTube-kering ook begonnen, hè? Ja, oké. Maar stel het regent daar. Ja, dan kunnen jullie niet filmen. Nee. Ja, dat kan wel. Dan moet je bij een paraplu gaan lopen. Ja, dat is ook niet. Ja, maar kijk, dan heb je weer. Heb je wel eens Belgen van platteland horen praten? Die zijn niet te verstaan. Ja, dus dan krijg je dat weer. Ik kan niks tegen Belgen, maar ik heb. Nou, ook stiekem heb je gewoon wel tegen Belgen, nog. Hoe je allemaal Hoezo? Praat in de auto, dat is niet normaal. Nou, dat is niet zo handig, want het is een half uurtje en we zitten over de grens. Dus dat is niet zo handig. Maar de nieuwe Dutch YouTube Gathering is nu 8 september? Volgens mij wel 8 september in Club Lux. Van 12 uur tot 5 uur, dus ja, dikke promotie. Dus je kunt erbij zijn als je wilt. Ja, het is weer in Utrecht volgens mij. Ja, in Utrecht in Club Lux. Ja, ik ben er dit keer weer bij, gewoon met cameraman weer. En we gaan weer gewoon wat reportage maken. Want vorige keer was ik er ook bij en toen deed men... Mijn microfoon het niet meer. Ja, dat is wel weer slecht. Maar ja. Dat was wel jammer, maar je had toch wel een aantal mooie zinbeelden. Ja, dat klopt. Het is altijd leuk om daarbij te zijn. Ja. Maar laten we maar even doorgaan op de eerste stelling. En de eerste stelling is de Nederlandse YouTube community nog wel één community? Nou, Gideon, daar weet jij alles over. Ik vind van niet. Oh ja, even voor de mensen thuis, jullie kunnen even jullie mening even twitteren naar hashtag MoveTVLive. Of jullie kunnen straks even inbellen via Skype en dan... Ik vind van niet, omdat je hebt tegenwoordig de grote YouTubers en dan heb je zeg maar de YouTuber. Je hebt zeg maar de mensen die betaald worden, dan heb ik het over de grote YouTubers, jullie weten bijna. Ja. Natuurlijk weten jullie wel over wie ik het heb. Ja, maar aan de ene kant is het aan de ene kant best wel te begrijpen, want die grote YouTubers die hebben geen hulp meer nodig van kleine YouTubers, omdat ze toch al geld verdienen. En dan, ja, die houden ze dan ook de mindere gauw bij. Ja, maar het is ook een beetje van eigenlijk heel Nederland, eigenlijk bijna alle gasten van onze leeftijd, zeg maar. Die kijken naar alle grote YouTubers en dan heb je kleine YouTubers met ieder een beetje zijn eigen subgroepje, zeg maar. Dus wel, daar komt het een beetje op neer. Ja, daar heb ik bijvoorbeeld ook op mijn kanaal. Ik heb een heel klein kanaal, 73 subs, maar ik heb toch zeker 10 mensen die dan toch iedere keer kijken en iedere keer weer een comment achterlaten dat ze het leuk vinden. Maar ik vind dat Bardo dat wel heel goed doet, want die is nu met Daily Dutchers, waar we het nog misschien over gaan hebben,
Ja, die zit toch wel weer te mensen erbij te halen om die groter te maken, zodat de YouTube-community ook weer groter wordt. Dus ik vind dat op zich wel een... Ja, maar wat ik heb, Bardo is eigenlijk de enige die dat doet. Ja. Die andere YouTubers lijkt net alsof die eigenlijk alleen maar een beetje met zichzelf bezig zijn. En niet eigenlijk om hen heen kijken en zoeken naar andere YouTubers om te kijken of ze daar nog wat mee kunnen. Dat is tegenwoordig ook niet echt meer, hè? Ja, kijk, Bardo verdient natuurlijk ook hartstikke veel geld met dat, met YouTube, maar ja, hij haalt er wel andere mensen bij en dat, hij geeft wel mensen iets meer de kans en dat vind ik wel mooi. Ja, ik zal eens kijken of we mensen hebben die twitteren via hashtag MoveTVLive, twitter even je mening over, is de Nederlandse YouTube community nog wel één community? En dan gaan we ondertussen even kijken nog naar wat sfeerbeelden van Dutch YouTube Academy 6. Dus start even het filmpje. Met de audio. Devilish flow, rock and roll, no halo. All these girls, they like my swagger. They calling me Mick Jagger. I just can't get enough. Yeah, credit cards and you I don't even know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Tonight we're going hard, 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 hard. Just like the world is hard, 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 hard. We're tearing it apart, hard, 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 hard. You know we're superstars. We are who we are. You make me keep on dancing. Shuffling. Als jij zo lekker op zijn. Oh, we zijn live! Yo, we zijn er weer terug. Oh, er belt meteen iemand. Kijk, Siem. Beantwoorden met video. Siem. Ja, hallo. Hallo. Siem heeft geen webcam. Heb je een webcam? Nee. Nou ja, die heeft volgens mij ook geen microfoon. Oké, je kan ons nu bellen. Wij willen gewoon jou graag de mening weten. Is de Nederlandse YouTube community nog wel één community? Ja. Dus, bel in. En dan beantwoorden jullie vragen. En we gaan ondertussen ook Twitter ondertussen en Twitter ook even mee. Het lukt. Hey, Jeroen. Kijk, Jeroen belt. Met een Shrek. Shrek. Hallo? Heb je een webcam? Hallo? Hoi. Hoi. Ja, ik heb wel een webcam. Oké, doe maar even aan. Loopt alles goed? Ja. Ja, we zien je. Het pikselt een beetje, maar dat maakt niet uit. Nou, we zien je in ieder geval. Maar ben jij het eens of oneens met de volgende stelling? Is de Nederlandse YouTube community nog wel één community? Nee, ik vind het eigenlijk
En waarom niet? Ja, want nu ook een beetje de grote YouTubers en de kleine YouTubers. Van Milan en David en zo en andere. Die hebben wel minder subs en zo. Ja. Ja, dus eigenlijk ben jij het ermee eens dat eigenlijk YouTubers, grote YouTubers, ook eigenlijk iets meer aandacht aan kleine YouTubers moeten geven? Ja, dat wel. Oké. Ik ben zelf ook een beetje een kleine YouTuber. Ik maak gamevideo's met mijn god, ik uploaden, maar... Ja. En dan heb ik meteen een vraag. Oh, vier minuten tussendoor. Wat is je kanaal? Als je dan toch een kleine YouTuber bent, promoot even je promoot je kanaal. Nou, kun je even een link geven? Dit is live, dus je kan het beter even vertellen. Ja, vertel maar even. Ik heb gewoon YouTube voor je. Oké. Gewoon met twee ogen. Oké. Okay. Nou ja, gooi, gooi het maar lekker in de chat en dan. In de chat en dan kunnen mensen het lezen. Dat is denk ik het makkelijkste. Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, bedankt voor het bellen. Bedankt voor het bellen en houdoe. Ja. Houdoe. Nou, zullen we nog eentje doen? Ja, doe maar. Misschien even of iemand even wat het geluid iets harder wat is onze Skype vraag? Kan jij misschien wel even doen, Agie? Ja. Even ons geluidje even iets harder zetten. Moviemakers Skype. Moviemakers Skype. Ja. Anders loop ik wel, joh. Nog steeds. Oh, oké. Okay. Moviemakers Skype is onze Skype, dus als je toevoegt, dan kun je bellen. Hij staat er op je hoofd. Je kan toch draaien? Je hebt toch een draaiknopje? Ja, welke kans? Ja, naar rechts. Nee, altijd. We zijn live, hè? Ja, we zijn live, maar er belt niemand. Dus ik wacht tot iemand belt. Dan bel jij iemand. Laten we anders gewoon random iemand gaan bellen. We gaan ze wel bellen. We gaan mij bellen, ja. Dat heeft niet zoveel nut. Dat zou heel random zijn. Ja, laten we maar gewoon doorgaan dan met het programma. Ja, laten we maar doorgaan met het programma. We komen later misschien nog wel even terug met die shit. Ja. Dus ja. Ja, wat vinden jullie ervan dat er ook een Belgische YouTube-kanaal komt? Ja, Gideon moet ik het al niet vragen wat hij ervan vindt, denk ik. Nou, het zat eraan te komen. Echt of het iets heel ergs is? Nou, ik vind het niet erg. Ik vind het logisch dat ze een eigen YouTube-gathering organiseren. Maar het wordt georganiseerd door een Nederlander, hè? Elke vlogging organiseert het weer. Ja, maar aan de ene kant denk ik zo, komen daar wel veel mensen naartoe? Want, nee, eigenlijk, want eigenlijk is de eerste grote YouTuber, denk ik, Made by Jeff. Maar die is eigenlijk die al is een hele tijd niet gestopt. Ja. Dus ja, volgens mij zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel Belgische YouTubers. Nou, zijn van ons. Er zijn volgens mij best wel veel Belgische YouTubers. Alleen de meeste die ik ken maken alleen music video's. En er zullen vast een aantal vloggetjes zijn en dat soort dingen. Je weet toch wel dat Noob zijn van ons is. Dat hij ook een tijdje in België heeft gewoond en nog steeds woont. Ja, maar die woont toch in Engeland? Ja, daar ben ik wel steeds niet over uit. Ja, ik denk dat Belgische YouTubers. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoeveel mensen daarop afkomen. En ja. Mensen die zijn. Ja, Kev, kom op. Beetje vertel maken. Weet, want ik praat allemaal, maar je kijkt maar niet in beeld. Ah! Kijk. Nou ja. Maar Ilko, die zou hier eigenlijk zijn. Of in ieder geval, hij vroeg van ja, kan je langskomen. Maar hij zit dus in LA voor de VidCon. Ja, Ilko die is nu ook op vakantie. Jurre van Creative Bemind. Ja, die kan gaat ook naar de VidCon. Dus, en Ilko is trouwens ook bezig met vloggen. Op zijn vakantie, dus dan kun je ook gewoon volgen op Elko Vlogging. Ja, youtube.com/ElkoVlogging, als je het interessant vindt. En wat dingen wil weten over de VidCon, ik vind het zelf wel interessant, dus kijk er even op. Mocht je af en toe wat een mompel op de achtergrond horen, Kevin was in gesprek met Pieter. Of Pieter was in gesprek met Kevin. Ja, dat is en Kevin is bullshit tv. Ja. Als je het even weet. Ja. Maar Sander, kijk jij dan uit naar de Belgische YouTube? Ik ga er waarschijnlijk naartoe met Kai. Ja, eigenlijk. Ja, ik heb daar best wel veel zin in gewoon. Ik vind het concept, kijk, ik heb op zich, ik heb vrij weinig met Belgische YouTubers. Ja. Maar ik heb altijd het concept van, het is leuk om mensen te ontmoeten, zeg maar. Die een beetje dezelfde dingen doen als wij. En dezelfde passie hebben om video's te maken. Ja, maar daarom ga ik ook naar de Dutch YouTube Gathering. Maar ja, ik heb zoiets van, het is hier misschien, 3 kwartier rijden of zo. En dan ben je in Antwerpen. Ja, het is heel dichtbij. Ook bij mij thuis. Ja. Maar ik wil eigenlijk wel even afwachten hoeveel mensen er komen. Dus daar ben ik wel heel benieuwd. Ja, ik weet niet. Ik ga gewoon. Ga jij naar de Belgische Dutch YouTube Gathering? Laat het even weten met hashtag Moviemakers TV. Ga jij naar hashtag de Belgische Dutch YouTube Gathering? Oh, ja, Belgische gathering. Zo noemen ze het zelf wel, hè? Serieus? Dutch YouTube Gathering, ja. Belgische Dutch YouTube Wat is dat nu voor onzin? Omdat het Nederland is, zeg maar.
Want het zou wel heel falend zijn als ze dan ook een Belgische Franse YouTube krijgen. Ja. Zijn er ook koekjes trouwens? Waar? Nee, hier zijn geen koekjes onder. Ik heb honger. Nee. Hier zijn vast wel koekjes, maar ik weet het niet. Die heeft Ken nog gegeten. Ja, trouwens ja. Maar ja, wat verwacht jullie eigenlijk van de volgende Dutch YouTube Gathering? Ja, jij weet het niet, maar ja, ik verwacht gewoon weer ongeveer hetzelfde. Het is weer een Club Lux, die homo bar. Dus ja, voor hetzelfde wordt het gewoon helemaal hetzelfde. En ja, ik vind het gewoon leuk om erbij te zijn. En ik denk gewoon weer, ik hoop dat er meer YouTubers zijn deze keer, want er waren al veel mensen. Aan de ene kant is het natuurlijk wel nog drukker dan. Ja, maar aan de ene kant, het is heel gezellig, maar ik hoop echt dat ze naar de volgende, bij de volgende YouTube Gathering, dus niet aankomende, maar die, daarna, dat ze naar een andere plek gaan, want het was echt heel erg druk. En ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd, ik weet niet meer waar ik benieuwd naar ben. Maar, er is niet waar ik heel benieuwd naar ben, dus ik ben totaal anders. Hebben Zeeuwen een dialect? Ja, Zeeuwen hebben echt een dialect, ja. Ja, maar ja, nu verwacht je zeker dat ik dat ga doen. Ja, ja, nee, dat verwachten we wel. Dat gaat niet gebeuren. Ja, maar is dat net zo sterk hoorbaar als bijvoorbeeld dat mensen horen dat ze hier vandaan komen? Zeeuwse mensen noemen ze eigenlijk al reserve Belgen. Dus dat zegt al genoeg over, het is ongeveer het Vlaams ook. Ongeveer Vlaams, maar dan nog met iets andere woordjes, maar... Ja, maar ze schijnt het ook aan Noordelingen denken, de waar hier... Maar ik ben geboren in Blariko, maar ik ben geen Zeeuw, even... Nee. Mensen zijn aan het stalken op de chat. Mensen zijn mooie hakenkruisen in de chat aan het zetten. Okay. Ik zou niet eens weten hoe het moet, maar... Ze maken een mega fout! Een hakenkruis moet naar links draaien, tegen de zon in. Tegen de klok in. Wat nee, is met de klok, nee. Dit is een swastika. Dat is een of ander... Dat is een van de teken wat je vaak in Azië ziet. Je moet hem niet recht maken. Dan faal je. Dan probeer je te provoceren, maar je moet hem dan niet recht plaatsen. David on YouTube. Kijken of dat de echte dus David is. Pas niet, maar accepteer gewoon mensen. En wij gaan het ondertussen weer even hebben over iets anders. En dat is namelijk het nieuwe Dilly. Ik vind dat zo lomp, hè. Dan proberen mensen te provoceren, maar dan doen ze het fout. Ja. Ja. Nou... Hier hebben we dus David. Nee, dat is niet. Ja, kijk hier. Ja, de echte? Ja, dit is Jelle Roepman. Nou, we gaan David bellen dan. Een videogesprek. Videogesprek. Dan krijg ik deze vraag. Deze afwijzen. We gaan het erover hebben dan. Hallo David. Hey jongens. Hey, het is de echte David. Het is de... Oh, dat is X-Split. Hey, leuk dat je kijkt. Hallo? Blijkbaar niet. Hallo? Hallo? Moeten we even terugbellen, is het recht? Faal. Oké, de Skype loopt vast. Skype loopt vast, nou. We gaan even verder met een... Oké, mooi zo. Dat was dus David. Ja? Nee. Probleem met internetverbinding. Nou, dan bellen we David zo nog even terug. Ja. Mochten er verder problemen zijn met de stream of andere dingen, laat het gewoon weten. Even. Zullen we gewoon nog een keer bellen? We bellen gewoon nog een keer. Videogesprek. Kijken. Laten we. Oké. Nou, David, neem op. En als Kevin nou een keer een andere camerapositie inneemt, dan... Oké, dat is beter, jongens. Oké, wat gebeurde er nou? Ik weet het niet, jullie Skype. Ja, onze Skype is vast. Dat is nog steeds X-Split. Oh, ik heb X-Split, ja. Ik weet hoe dat kan. Maar ik ga het even fixen. Wacht even. Hey, maar David, hoe denk jij dan over de YouTube-community? Ik denk dat het prima in orde is. Er zijn... wat vinden jullie er zelf van? Want ik heb het geluisterd en ja, ik vind het ook voor mezelf heel erg. Ja, nee. Maar... Ja, lekker praten zo, trouwens. Wacht even. Ik doe gewoon lekker zo. Oké, vertel nog een keer. Wat vinden jullie zelf van de YouTube-community? Jullie zeiden dat het dood was of dat het afzakt, toch? Nee, dat hebben we niet gedaan. Ik vond eerst dat het vroeger altijd iets meer dat het echt een samenhang was. Dat het echt een community was, dat veel mensen met elkaar samenwerkten. Maar ik vind dat gewoon het komt denk ik ook omdat aan het begin van YouTube, waarschijnlijk waar David en zo, en al die YouTubers, stuk of 10, die zijn daar begonnen aan het begin van YouTube. En sindsdien zijn er eigenlijk steeds meer YouTubers bijgekomen. En al die mensen die aan het begin zijn begonnen... Die zijn groot en dan zweven er een beetje die anderen die zijn.
gemiddeld tot deze kleine YouTube zetten. Ik denk dat je dat zo moet zien. De grote YouTubers die jullie nu als groot ervaren, dus 20.000 abonnees of meer, laten we het zo even makkelijk noemen, die werkten in het begin veel samen. Inderdaad, die 10 mensen waar je het over hebt, Mert, Dylan, Milan, Thomas, Bardo, ik, Dionne, Teske, TC, omdat het ook echt een vriendengroep is. En wat jullie eigenlijk verwachten van een community, is dat iedereen maar samenwerkt omdat ze YouTube-filmpjes maken. Maar dat ligt aan die mensen zelf. Als iemand 1000 abonnees heeft en iemand anders heeft 2000 abonnees, laat ze lekker samenwerken. Maar wij als grote YouTubers kunnen daar helemaal niks aan doen. Wij kunnen niet van hun vragen, jongens, ga een video samen maken. Dat ligt helemaal aan hunzelf, dat ze zelf contact met elkaar opnemen. En tuurlijk, de grote YouTubers hebben nu 30.000 tot 40.000 abonnees. Die hoeven niet meer zo nodig. Nee. En wat je dan ziet is dat sommige mensen die willen niet meer samenwerken, ik ga geen namen noemen. Maar sommige mensen die maken een daily dutcher, zoals Bardo. En zelf zit ik in de gaming heel veel. En ik heb in totaal, denk ik, 15 verschillende mensen een gastrol aangeboden. Die maken vaste series. En kijk naar een gamekanaal bijvoorbeeld. Die zijn van 300 abonnees naar 6000 gestegen. Ja. Niet alleen door mij, maar wel heel erg veel dankzij mij. En dat is mijn bijdrage. En Bardo doet het via daily dutchers. En denk aan Dylan, die echte talentjes eruit pikt, zoals Remco en Jermaine. Die wil heel graag video's maken met mensen, ook al hebben ze 0 abonnees, als ze maar iets kunnen. En wat ik gewoon heel vaak merk, en dat is echt niet arrogant bedoeld, dat moet je echt niet verkeerd opvatten, is dat heel veel mensen gewoon video's maken waar ik niks mee kan, maar die willen wel graag samenwerken. En als ik dan nee zeg, dan ben ik gelijk arrogant, snap je wel? Ja, dat zijn mensen die met een 480p cameraatje filmen, en het enige wat ze willen is abonnees en views. Alleen, zij draaien het om, zij willen eerst de views en abonnees en dan goede content maken, maar het moet andersom. Ja, je merkt wel dat echt heel veel dat het heel moeilijk is om nu als kleine YouTuber zelf heel hoog te komen. En dat is best wel aan de ene kant moeilijk. Hoe meer mensen er komen, hoe meer YouTubers er komen, des te lastiger het wordt natuurlijk. Alleen, je kan als je 300 abonnees hebt, kun je de illusie dat je op de voorpagina komt en daardoor zo'n boost krijgt in abonnees. Dat kun je natuurlijk inderdaad wel op je buik schrijven. Maar dat konden wij destijds ook niet met 300 abonnees. Wij hebben ook ons publiek langzaam opgebouwd. Voor alle duidelijkheid, ik ben al 2 jaar bezig met Dus David. Dat is wel even 2 jaar wat ik erin gestoken heb. En daarin heb ik letterlijk duizenden euro's uitgegeven aan reiskosten alleen al. Ik ben denk ik wel 30, 40 keer naar mensen toegereden. Naar Thomas, naar Bardo, naar Milan. Milan is niet zo ver, maar goed, je snapt het punt wel. En daar hoort een dure camera bij. Nou zie ik bij jullie thuis ook al heel veel goede apparatuur, dus dat zit wel goed. Maar je moet er gewoon veel tijd in investeren. Ik werk zelf 40 uur per week en daarnaast steek ik nog eens 30 uur per week aan YouTube. Ja. Heel veel mensen die gaan dan lekker gamen of die gaan chillen buiten, weet je wel. Maar dan willen ze wel een grote YouTuber worden. Ja, forget it. Zo werkt het gewoon niet. Ja, je moet er gewoon heel veel tijd en energie in steken. Daar weten jullie alles van. Ja, gaming is nu vooral steeds populairder aan het worden. En ik denk ook dat daarom die vloggers een beetje in een hoekje worden. Want of dat ze in ieder geval niet zo enorm opvallen. Ik denk dat het eigenlijk Ik denk als je kijkt naar de views van vloggers. En dan pak ik even de mensen die ik echt ken hoor. Dan kan ik naar grote vloggers kijken zoals Bardo, Milan, Realiteit, noem maar op. Die views die zijn niet minder geworden. En als ik naar de kleinere kijk. Die zijn ook niet minder geworden. Kijk naar de Mr. Brad 97 bijvoorbeeld. Die had 500 views en die heeft nu 1000. Gewoon omdat hij langzaam doorgroeit. Ik denk dat voornamelijk, ik wil het geen jaloezie noemen, maar het is dat mensen het niet leuk vinden dat ze niet met 5000 abonnees per maand stijgen en dan maar iets de schuld geven. En dan doen ze maar de gaming zien. Maar dat vind ik gewoon een beetje oneerlijk, want ik zie daar geen enkel verband tussen. Oké. Nou, bedankt voor je bijdrage. Ben jij ook bij de Dutch YouTube Gaming weer? Ik organiseer hem al 5 keer samen met Ulpo. Ik zorg voor sponsoring ervan. Okay, dus ik zorg dat het betaald wordt. Dus je bent er ook bij. Mooi. Ik ben er zeker bij. Ja, dan kan je misschien al ook iets over vertellen over de organisatie. Hoe is het allemaal begonnen? De allereerste keer is het gewoon als vriendengroepje begonnen in Utrecht. Er zijn er 50 man gekomen. Toen, de tweede keer, wilden ze toch een echte locatie. Omdat het ook niet vol in de zomer was. Toen hadden ze 500 euro nodig om een restaurantje af te huren en toen heeft Ilko mij gebeld of ik daar iemand voor kende. Nou, die kende ik.
En sindsdien doen Ilko en ik het samen. Renato die bemoeit zich er ook heel af en toe even mee. Ja. Sindsdien zijn we van de ene locatie naar de andere gesprongen. Eigenlijk steeds groter en mooier. Ja. Ja, en we zitten nu wel in een echte club. En wie weet dat we ooit eens een keer een evenementenhal kunnen afhuren. Maar daarvoor willen we eigenlijk een garantie dat er minimaal 1000 man komen. En daar zitten we gewoon nog niet aan. We zitten nu op ongeveer 500. En dan is zo'n restaurant als Club Lux, zo'n club als Club Lux, is eigenlijk prima. En er komen heel veel kosten bij. Dus het is zo'n 1500 euro om zo'n hele dag een club af te huren, inclusief personeel, drankafname en beveiliging. Dus ik hoorde jullie zeggen dat het hopelijk op een andere plek is, maar als we weer naar een andere plek moeten, die grotere is, of wat dan ook. Ja, dat kost allemaal meer. Maar ergens toch 2000 euro vandaan zien te poten en dat wordt wel lastig hoor. Ja. Maar denk je niet als je straks onderscheid gaat maken tussen de Dutch YouTube Gathering en de Belgische Dutch YouTube Gathering, of Gathering, denk je niet dat er dan juist minder mensen naar de Dutch YouTube Gathering komen? Ik denk het niet. Het is tot nu toe elke keer hebben we 20% meer publiek gehad. En tel maar na hoeveel Belgen waren er op de vorige Dutch YouTube Gathering. Niet superveel. Dus die zullen deze keer ofwel of niet zijn ook. Maar het is 95% Nederlanders wat er komt. En die zullen niet naar de Dutch YouTube, naar de Belgische afreizen. Ja. En de Nederlands laten schieten, daar geloof ik niks van. Ze willen toch hun Bardo en hun Thomas en hun Ronald Vlas zien. Ja, dus, Ronald Vlas is een baas, dat moet je niet vergeten hoor. Ja, ik weet het. Okay. Hey, bedankt. Ja, geen probleem. Jullie hebben nou mijn Skype, dus als je eens een keer een vraag hebt of zo, dan ik zou zeggen, laat maar even rustig weten. Ja, nee, is goed. Super. Ik moet toch zeggen, ik kijk nu toch anders tegen de grote YouTubers aan. Ja, dat ervaren wij heel vaak, maar niet iedereen reageert veel op Twitter. Ik doe dat wel. Nogmaals, als je vragen hebt, gewoon doen. En wij zijn niet zoals mensen denken, wij zijn geen oude. Ik hoorde ook iemand zeggen dat Bardo heel veel verdient, dat is echt... Het is 500-600 euro in de maand. Hij verdient geen 2000 euro. Dat is allemaal onzin. En dat is wel een fabeltje wat bestaat over de grote YouTubers. Maar daar zitten wij nog lang niet, helaas. Dus dat soort dingen, als je dat met dat soort dingen wil komen om te gaan publiceren, vraag het gewoon even. Ik kan je heel vaak heel veel duidelijkheid over geven. Ja, meestal krijg je dan een antwoord van dat mogen we niet zeggen van Google natuurlijk. Hè? Maar ja. Nee, maar ik mag het wel over iemand anders zeggen, toch? Ja. Langs het segment. Ja, precies. Oké, jongens, veel plezier met de show. Ik ga even door. Bedankt, hè. Oké, bedankt. Later. Ja, houdoe. Ja, dat was David. Dat was leuk. Dit lijkt me een mooi moment om een keertje naar de Game Room te gaan. Oh ja, laten we naar de Game Room gaan. Of zal ik lopen? Of? Ja, ik zit wel het makkelijkste kant. Ja, even om duidelijk te zijn, er zitten nu twee mensen een spel te spelen. En Dylan, die komen een paar Dylan keer... Dylan en Matthias. Ja, Dylan en Matthias. Ja, en die komen een paar keer in de live show komen die even in beeld. Ik wil even niet helemaal goed met de kant. Ja, ik loop alvast even die kant op. Dan ga ik lekker, ik heb hem niet gestoord. En wat spelen ze volgens mij niet voor speed ofzo? Wat spelen jullie nu? We spelen nu een Need for Speed Most Wanted. Het jaar 2005. 2005. Need for Speed serie. Okay. Ja, ja, en gaat het? Dan gaat het prima, dat gaat wel lekker. Dylan heeft wel even moeite met de rem zien te vinden. Ja, boem, daar ga je. Is dat een botsauto? Moeilijk hè, rijden? Ja. Een beetje. Ja, voor jou wel. Oké, hebben jullie een beetje de E3 gevolgd? Niet echt een beetje. En jij, Matthias? Nou, ik heb er nog geen tijd voor gehad. Ik ben de laatste tijd ben ik alleen maar bezig met mijn eigen dingetjes, apps ontwikkelen en zo. Dus ik heb er nog niet naar gekeken. Apps ontwikkelen? Wat doe je allemaal dan? Ik ontwikkel mijn eigen apps. Wat voor apps? Voor gaming reviews of zo. En dat soort dingen? Voor de iPhone of? Voor iPhone en voor Android. Dat is zo vet. En waar kan je die vinden? Voorlopig staat hij nog niet in de App Store. Oké. Maar dat laat maar een keer weten als ze erin staan. Ja, en dan loop ik denk ik maar weer terug. Huh? Oh, daar is dat is de lamp. We gaan verderop in de show. Ik kon nog wel eens kijken. Je weet de blacklist niet interessant. En dan zijn we lekker aan we gaan het hebben over de nieuwe Daily Dutchers. De nieuwe Daily Dutchers. En we hebben ook een filmpje dus. Ja, van de andere Daily Dutchers. Dus, stap maar in.
doe je dan? Wat? Ja, met je tong, lul. Ja, wat denk je zelf? Dat slepen, dat hoor je ook volgens mij. Nou, we zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Daily Dutchies dus. Ja, het gaat weer opnieuw beginnen. Het eerste seizoen zit erop. Of ja, seizoen, ja, je kan het een seizoen noemen. Wat vind je van het concept? Ja, ik vind Daily Dutchies gewoon op zich een goed concept. Het was eerst, volgens mij hadden ze ook Holland Vlog of zo. Dat is je hebt heel veel verschillende collabs. Noemen een Benelux collab of een Broadway collab. Team 7 collab. Ja, maar dat zijn allemaal hele kleintjes, hè. Nou, ik vind 1500 tot 2000 abonnees, dan begin je toch best wel aardig collab te worden. Hoeveel hadden jullie er eigenlijk op Team 7 Days? Geen flauw idee. Nee, maar eerst was er ook Holland Vlog natuurlijk, nu is er ook Daily Dutchies. En ik vind het op zich... En die vorige natuurlijk Daily Dutch. Ja, ik vind het op zich wel een leuk concept dat ze dat doen. Ja. Wat mij betreft mogen er meer van deze kanalen komen, want zo krijgt iedereen een beetje aandacht, toch? Wat maakt het verschil met Daily Dutchies en de andere collabs die er zijn? Ja, Gideon. Ja, ik heb het maar bij Daily Dutchies, dan heb je bijna zeker weten de garantie dat het echt YouTubers zijn die wel veel tijd in hun video stoppen. Want af en toe bij die kleine collabs, dan zie je mensen af en toe met een 240-360p camera zitten. Of gewoon met een cheaper webcam. Ja. Wij zitten trouwens ook met een webcam. Ja, oké. Okay. Ja. Maar kijk, het gaat ook niet per se om... De kwaliteit, ja, natuurlijk wel een beetje goede kwaliteit en een beetje goede lichting en zo. Maar wat er wel altijd onder inhoud. Bij die collabs zijn die weekthema's, die hebben altijd zo weinig inhoud. Ja, het is wel, dan zie je op maandag zie je hetzelfde als op vrijdag bijvoorbeeld. En dat is gewoon, ja. Ja, maar ze hebben ook af en toe de raarste thema's. Ja. Ja, weet ik veel, collabs gaan plukken of weet ik veel wat, allemaal dat soort onzin. Nou, gewoon Mike B zit in de chat, zie ik, dus... Hij zegt van, je moet ook niet weten wat er achter de schermen bij Daily Dutchies gebeurt. Nou, vertel zou ik zeggen. Ja, vertel ons. Als je je moment of fame wil en het ons live wil vertellen, kom hier of op Skype, doe je webcam aan en vertel het ons. Ja, inderdaad. Hey, natuurlijk zit hier ook, even kijken. Black Boepert, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oké, okay, ja, dat is wel raar. Die Chubby Bunny, want daar ik helemaal schijtziek van. Ja. Want ik weet dat Gideon hier naast me zit en die gaat zo wat doen volgens mij. Ja, ja. Inderdaad. Dus dat gaan jullie straks even zien. Maar twitter nog even mee met hashtag MovieTVLive. Ja. Je kunt ook bellen via Skype, dat is MovieMakers Skype. Ja. Dus kun je ook gewoon toevoegen en even bellen. Moeten jullie poepen, Ron? Moeten jullie poepen? Ik weet het niet. Maar is het wel zo, jij bent Daily Dutchies wel. Of ik ben Daily Dutchies. Ja, ik ben geen vlogger. Nee. Ik ben geen iemand die sketches kan maken. Ik ben slecht in editen. Ja, ik kan de standaard, maar ik kan geen mooie special effects en zo. Dus ja, ik denk dat ik daar gewoon geen persoon voor ben. Want ik heb wel een auditie gedaan voor toen. Maar ze vonden mijn content, het gaat toch allemaal over games en dat vonden die... Maar ik ben binnenkort wel te zien op... Op Pocket Town, toch? Ja, dat is juist wat bij vloggen niet belangrijk is, zegt David. Maar ja, ik sowieso hou niet zo van zo lopen. En ik ben daar gewoon geen type voor. Ik wil altijd veel informatie... Ik heb zelf zoiets, ik zou op zich best bij Daily Dutchies willen. Al is het zoiets van, wij maken sketches. En om iedere week een sketchje te moeten maken, alles helemaal uitschrijven, alles opnemen. Dat gaan wij gewoon niet redden om dat iedere week te doen. Dus ja, of we zouden het echt moeten doen, maar dan was het echt te veel werk. Volgens mij vraagt Just Ronald nu aan mij wat mijn kanaal is. Nou, mijn kanaal is NO Game Reviews, dus als je dat even wil kijken. Gaat over games, elektronica, reviews. Dus ik zou zeggen, neem gewoon even een kijkje. Maar ik ben binnenkort misschien wel op Banjo Town te zien. Dus. Ja, dat zou heel vet zijn. Maar we gaan even een live Q&A'tje houden. Dus heb je vragen aan ons, twitter het even naar #MovieTVLive of bel ons even via Skype. En dan beantwoorden we jullie vragen. Ja, zijn er al eigenlijk twitterers. En wij gaan nu mensen accepteren die ons toevoegen. Nul. Nul, oké. Okay. Heb je al tweets of niet? Team 7 Days Memories van Sanne de Wolf. Oftewel Black Booker. Ja, dat is leuk. Michelle Brouwer. Oké. Okay. Maar we zoeken eventjes naar vragen. Dus ja, jullie moeten vragen sturen. Dus zijn vragen niet. Stel nu even jullie vragen als je aan onze vraag hebt. En dan gaan wij die behandelen. Ja, de volgende antwoord. Ja, beantwoorden. Kom maar op.
De vorige keer was het echt van plop, 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 plop. En nu zijn de mensen een beetje afwachtend. Ja, hoeveel getallen achter de comma van Pi kan Gideon? Hoeveel getallen achter de comma van Pi ken ik? Ik heb geen flauw idee. Ik ben volgend jaar, ik ben sinds dit jaar, was mijn laatste jaar wiskunde. In de vierde ga ik geen wiskunde doen. En serieus, ik kan helemaal niks met wiskunde. Dus ja, die Pi, daar heb ik helemaal niks aan. Ja, hier staat van Gekkeman 123. Hoe zijn jullie begonnen? Hoe zijn wij begonnen? Met de camera. Wij hebben ooit een keer een klein cameraatje gekocht bij de Aldi. En daar is het eigenlijk helemaal mee begonnen. En toen zijn we al wat filmpjes gaan maken. En dat was het. En op een gegeven moment hebben wij toen Het Goede en het Kwade gemaakt. Ja. Dat was eigenlijk onze eerste film. Wij moeten Het Goede en het Kwade serieus ooit op een dag op YouTube zetten. Ja, die moeten wij ooit nog een keer uploaden. Dat is een film uit 2007 met eigenlijk best wel een kutcamera. Het geluid is niet al te best, maar het is gewoon echt geniaal om te kijken hoe wij dat toen gedaan hebben. Maar je moet toch wel nagaan dat het gemaakt is door mensen van 9 tot 11. Ja, zoiets. Dus ja. Maar voor die tijd was het echt een leuke film. 8 tot 11. Maar sindsdien zijn we eigenlijk bezig. Toen hebben we op Moviemakers TV hebben een hele tijd een beetje random vlogs dingen achter gedaan. Ik weet niet precies hoe je het moet noemen. Daar hebben we kritiek op gekregen en daar zijn we een beetje op vooruit gewerkt. En toen zijn we eigenlijk weer teruggevallen op wat we eigenlijk begonnen te doen, sketches maken. En dat hebben we eigenlijk over een hele andere boek gegooid. Zijn we helemaal opnieuw begonnen. Met ook nu alles uit te schrijven en zo. En dat doen we nu eigenlijk nog steeds. En dat bevalt ons heel goed. Dus van mij wel. Ja, ik vind sowieso dat jullie het nu wel beter doen dan eerst. Want ik vond dat concept met z'n tweeën aan de tafel vond ik altijd iets minder. Maar wel gewoon. Maar jullie zijn ook sowieso goed bezig. Is er Skype vol of zo? Nee, onze Skype is als het goed is niet vol. Ik weet niet hoeveel mensen toe kan voegen, maar... Gewoon Mike B vraagt aan Moviemakers TV, waarom waren jullie boos op Milan door het filmpje De Beste 5 YouTubers? Ik zal je vertellen, ik was eigenlijk helemaal niet zo boos. Ik bedoel, ik zat ernaar te kijken en ik zag hem bezig hyperactief. Ik heb zoiets van hyperactief moet je zelf weten. Maar in ieder geval, en ik zat ernaar te kijken en ik kijk vervolgens eigenlijk s'avonds nog een keer naar bij mij, gewoon thuis op een gemakje. En ik zag het licht, niet dat ik dood ging of zo. Ja, maar Milan. Maar het was meer dat er duidelijk veranderingen moesten worden doorgevoerd. Dus maar Milan, ik was helemaal niet boos. Maar Milan, wou jullie daar ook helemaal niet mee beledigen. Nee. Het gaat meer om dat de kijkers, sommige haters, die zijn daar wel mee gekomen, omdat Milan natuurlijk. Heel veel kijkers heeft en er zitten altijd wel mensen tussen die iets niet leuks vinden. Dus Milan heeft daar. Ja, dat is wel. Heel veel mensen die houden gewoon ook van leedvermaak. Ja, want David zegt hier ook, het was wel jullie doorbraak, maar. Ja, dat wel. Want. Maar het is ook gewoon na die video's van Milan, we hebben gewoon ineens heel veel views en abonnees erbij gekregen. En doordat wij veranderd zijn, zijn die abonnees ook een beetje, onze video's leuk gaan vinden. En daarom zijn want we. Want hoeveel abonnees hadden jullie voordat Milan die video? We hadden toen echt heel weinig. 55 volgens mij. Zo. Ja, 55 of zo. Dat is dan wel enorm gestegen. Maar wat ik namelijk zo raar vond wel tijdens de video, was natuurlijk Jan. Kijk, Jan die begreep die video helemaal niet. Nee. Die zag er niet in dat het niet slim was om met Deo op zijn toon te gaan spuiten voor de camera. Maar Jan heeft het ook gewoon voor zichzelf erger gemaakt. Ja. Door dan expres nog een of andere serieuze respons te gaan maken. Wat wij toen hebben gedaan in die respons, waar zij gaan zitten, wij hebben het uitgelegd dat de veranderingen worden doorgevoerd. Ja, en ik zit even in de verkeerde camera te kijken. Maar we hebben gewoon duidelijk gemaakt, er worden veranderingen doorgevoerd en daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Maar ik vind ook wel dat ze op YouTube soms echt heel erg overdrijven met reacties. Moord, van je moet dood, je moet dit, je moet dat. Dat vind ik ook wel altijd iets te ver gaan. Ja, het is. Ja. Want Jan is volgens mij best wel een aardige kerel. Ja, hij wordt ook altijd. Het grappige is, op zijn kanaal, hij werd echt gehaat. En nu met de Minecraft-video's zo veel minder. Hij werd gehaat, maar. Ja, nu op de YouTube-kanaal is hij altijd helemaal fan. Iedereen komt altijd om me heen staan, iedereen wil interviewen met hem. Dus ja. Ja, net als dat wij wat de interview hebben gedaan. Dat weet ik nog goed. Ja, dat was niet het allerbeste. Nee, dat was niet het allerbeste interview. Maar dat was wel weer een publiciteit. Ja, al moet ik wel zeggen, Kevin zat hem net nog te kijken, gewoon voor de lol. En ja, ik kan er eigenlijk. Als ik mezelf niet terug zie, kan ik er wel lachen. Ja. Ja, we hebben hier nog wat vragen. Is de taal van Eikhout? Vast wel. Ja, dit is zelf gekapt. Van Vlinderswaan, ik zou wel een documentaire over jullie willen zien. Die komt eraan. Ja, Daan Dobber, een student
documentaire of video, iets met video's. Die wou een documentaire over ons maken. Ja, die zou er eigenlijk vandaag zijn. Alleen zijn vriendinnetjaar, dus zeg maar allemaal even gefeliciteerd. En Kevin moet de camera even wisselen, denk ik. Maar daarom, ja, zijn vriendinnetjaar, dus ja, daarom is hij er niet bij. Maar de volgende keer bij Movative Live is hij waarschijnlijk bij en dan gaat hij ons filmen de hele dag. Ja, en wat gebeurt er eigenlijk als je op... Ja, dat belt eigenlijk helemaal niet op, maar... Nou, als ze nog vragen hebben via Skype, bel ons even via Skype. Zijn er nog vragen in de chat? Nou, zijn er nog vragen? Waar zitten jullie? We zitten bij... Bij mij thuis, in Oosterhout. Het is best wel een gat. En maar ja, op zich het is een leuke stad, maar we hebben geen bioscoop. Dus ja. Dat is wel minder. Hier zeggen mensen dat ze bellen, ja, we krijgen hier... Ja, filmtheater de Oké, even stil. Ja. Geerte van het Zand. Hé, dat is Geert Zand! Hé, hey, Geerte. Ben jij Geert Zand? Ben jij Geert Zand, vraagt Gideon. Ja, op YouTube. Ik ben Geert Zand, ja. Oké. Hé, dus wat vind jij van Daily Dutchers en zo? Hij mocht toch een vraag stellen? Webcamvriend. Zei hij? Hij mocht toch een vraag stellen? Ja. Oh, je mag ook een vraag stellen. En de verbinding valt weg. Alleen de verbinding is niet zo heel erg goed. Ja. Oké, jammer. Hey, Kevin die is als regisseur bezig, dus die kan nu even niet in beeld komen, terwijl die, of ik weet niet of dat hij dat wilt überhaupt. Kevin, loop je even heel even in beeld? Ja, we kunnen de camera. Kevin, je wordt geroepen door... Geroepen. Hey, volgens mij is Skype nou verkeerd doorgegeven. Zo, movie maken. Kijk, daar is die dan. Ja. Movie TV Skype. Movie maken Skype, hè. Gebruik ze. Ja, movie makers. Ja, Kev, ga weer best even wachten. En Geert belt ons nu. Ja, je moet toch switchen of niet? Ja, jij moet switchen, hè. Nou, we hebben hier weer Geert. Geert. Is er een hallo? Hoe kom je nu? Ja, wel weer. Heb je een vraag aan ons? Ja, ik heb er inderdaad een vraag die. Ik vond jullie heel veel op de website. Maar ik was benieuwd wat jullie van Amerikaanse YouTubers vinden. Wat vind je van Amerikaanse YouTubers? Ik kijk eigenlijk niet zo heel veel Amerikaanse YouTubers. Ik moet zeggen, ik kijk regelmatig naar Amerikaanse metal YouTubers en er is een speciale metal music community in Amerika, tenminste eigenlijk over heel de wereld. En ik kijk er regelmatig naar en dat vind ik leuk om te zien. Ja, ik zelf kijk eigenlijk Amerikaanse YouTubers kijk ik nooit zoveel, want ik vind de Nederlandse taal toch leuker zelf. En omdat het gewoon minder moeite voor mij kost om te kijken, want anders moet ik weer erbij nadenken wat ze nou precies zeggen, want mijn Engels is nou ook weer niet zo heel erg goed. Dus. Herhaal de vraag. De vraag was of wij ook Amerikaanse YouTubers kijken. Heb je nog een vraag? Laat hem gewoon even nadenken. De helft niet gehoord, moet ik zeggen, want zeker als ik heel erg te kunnen. Heb je ons antwoord niet gehoord? Ja, misschien is het dan handiger om het even terug te kijken later. Ja, nou, anders moet je even, gewoon even terugkijken de volgende keer. Graag zeker. Oké, nog een vraag? Nee, succes hè. Oh, dankjewel. Houden. Ja, soms is de stream natuurlijk niet altijd even goed van Skype, want dat ligt ook aan de mensen hun eigen verbinding, dus... De gebruikersnaam is Movie Maker Skype. Nee, want anders gaan mensen mij helemaal zeggen. Movie Maker Skype is onze... Waarom staat nee, niet dat niet op Movie dat is en de hebben contact verzoek. Dat is de volledige naam. Movie Maker Skype is de username. Ja, je moet gewoon Movie Maker Skype intypen bij contactpersoon en dan vind je hem. Oh, Ronald, Timo en Mr. Ja, je moet zelf weten. Nou, we gaan even geen groepgesprekken. Ja, dit is Ronald van Ronald van Sompen. Ja, maar dan kan je dus geen cam. Dus even, ik zou even afwijzen, gewoon geen groepsgesprekken doen. Onoverzichtelijk. Oké, volgende onderwerp. Hoeveel vingers steek ik op? Hoe moeten wij dat weten? Je steekt... Tussen de 1 en de 10. Ik durf te wedden, jij steekt 12 vingers op. Ja. Ja. We hebben nu een handstand. Ja, ik ga het nu gelijk even doen. Nee, ik kan geen handstand. Kan Sander niet met Kevin verwisselen? Kevin kijkt wat lijkt me wat beter. Nee, doe maar niet. Dom vraag. Wat denken jullie eigenlijk over het filmpje van Tom 3? Ja, dat hebben we al gehad. Spelen jullie ook Battlefield 3? Nee. Wat, of we ook Battlefield 3 spelen? Ik heb het even gespeeld. Ik vind zelf toch Modern Warfare
Nou, de haters zullen vast nu wel komen. Dadelijk helemaal vol die chat. Ik vind toch Modern Warfare en vind ik zelf leuker om te spelen. De wat snellere actie en ik hou zelf wel van dat rennen, knijven en ja, gewoon dat snelle combat, daar hou ik wel van. Oké. Okay. Ja, kut MW3 zie ik, zie ik hier al staan. Maar. Ja. Maar oké, men zegt dan kut MW3. Wat maakt dan Battlefield 3 beter dan Modern Warfare? Ja, Battlefield 3 is natuurlijk een grote open wereld eigenlijk. Of ja, grote maps eigenlijk. Ja. En dat... En het is veel meer dat je vrijheid hebt om zelf te doen wat je wilt. En dat is bij Modern Warfare is het toch allemaal rennen en je bent alweer dood. Modern Warfare was met jou. Geef luid in. Ja. Battlefield 3 is campers. Nou, die zitten erin. Heb ik ook nog wat te zeggen misschien? Ik heb ook nog een mening. We komen hier ook wel met een hele goede discussie nu. Want dus iedereen... Ik moet zeggen... Ik ben eigenlijk een Call of Duty speler, gewoon omdat ik speel liever in mijn eentje. Ja. Maar ik ben toch gestopt met Call of Duty, omdat er te veel campers zitten en ik ben eigenlijk niet van plan om nog een Call of Duty en een Battlefield te kopen. Dus ik ben redelijk onpartijdig daarin. Ja. Want ik snap de sterke punten van Battlefield wel. Hapert de stream bij jullie ook? Hé, mensen, laat toch even... Onze stream hapert als het goed is niet. We hebben hem zelf gekeken toen net en dat hapert niet. Dus dat ligt dan waarschijnlijk aan de verbinding van je stream. Want het komt, wij zenden deze stream in 27p uit. En wat het doet op YouTube, laat de stream in. Dus dan laat hij in op je geheugen, waardoor je video niet hapert. Maar omdat dit live is, wordt dit gewoon live via je internetverbinding binnengehaald. Dus als je verbinding niet zo hoog is, dan kan het zijn dat hij hapert. Nou ja, als jullie nog vragen hebben en als jullie willen bellen, dat kan nu. Ik heb net wat mensen toegevoegd die ons hebben toegevoegd. Dus je kunt nu gewoon bellen. Als je wilt. Ja, ik zou zeggen, laten we nog even doorgaan met wat onderwerpen en dan zo direct nog even terugkomen. Ja. Ja, we gaan het even hebben over First Look en natuurlijk de E3, want de E3 is net voorbij. Ja, inderdaad, First Look komt er ook weer aan. Ja, welke games was de game van de show voor jou? Welke game? Ja, leg eerst even uit wat First Look is. Oh, First Look is natuurlijk het game event van Nederland. Het is een gamebeurs en daar kan je naartoe gaan. Kaartje kost €10 en dan kan je daar nieuwe games gaan spelen. Dat is eigenlijk, dat is het. En dan kan je, als je wil, kan je op de foto met Boot Babes, dat soort dingen. Ik weet trouwens nog een foto dat je op de foto stond met een Boot Babe. Ja. 2 jaar terug. First Look is eigenlijk gewoon een mini E3. E3 is natuurlijk het grootste evenement qua games. Of ja, het grootste voor de pers. En... Ja, het is alleen voor pers de E3. En het mooie van First Look is dat iedereen kan er naartoe. Ja. Dat is eigenlijk het mooie ervan. En je kunt nu, het is nu 6 en 7 oktober 6 volgens 7 mij. Oktober. Een VIP kaartje kost €20 en een normaal kaartje, early bird kaartje kost nu €8. Ja, en dan straks een normale kaartje aan €10. Weet je wat ik wel heb tijdens je First Look? Dat ze die consoles niet automatisch na een tijdje kunnen resetten als er niks meer wordt gedaan. Ja, maar dat is heel erg lastig. Regelmatig speel ik demo's van shooters of action adventures of weet ik veel wat. En dan vervolgens dan heeft er een of andere gast voor mij staan spelen. Die heeft in één keer midden in het level ietsje gestopt en dan moet ik verder gaan op een of andere safe game waarbij zijn health bijna op is. Ja, dat is best wel lastig hoor, dat soort dingen. Ik vind dat echt kut hoor. Ja, maar laten we nog even over de drie hebben. Ik wil eerst nog even over First Look hebben, want je kunt dus die kaartjes kopen, dat kan op www.firstlookevent.nl. En ik denk dat gewoon weer heel erg leuk gaat worden. Ik hoop wel dat het iets minder warm is. Dood. Wie? Er staat een stop de uitzending, Tess je dood. Ja, Tess, dat is van een vlogger, Digital Ries. Wat leuk! Maar Digital Ries is hier niet, want er staat... Ik dacht dat ze Tess van GameClub bedoelde. Dat staat direct. Ik zie nu dat is voor mij ook een van de grote drama's in het leven. Wat? Digital Ries, dat is een vlogger, maar dat... Oh, die reset is... van de... Maar vertel verder. Dit is Digital Res die hier staat. Maar goed, First Look, ik hoop wel dat het iets minder warm is daar. Ja, ze gaan nu naar de grootste van de jaarbeurs. Maar het is natuurlijk ook, het is al best een oud gebouw, dus ja. Maar laten we anders even kijken naar een filmpje, een promofilmpje van de First Look. Ik zou zeggen dat we daarna naar de Game Room gaan. Daarna gaan we nog even naar de Game Room. Maar eerst een filmpje van First Look. Ja. Tam tam tam. Tam tam tam, we wachten even tot hij aangaat. Daar is hij. Ja, daar komt hij. This one is brand new! So many people do.
Ja. Staat hij aan? Ja. Ik zit hier weer bij Dylan en Matthias. Wat zijn jullie aan het spelen? Mirror's Edge. Okay. Dit is een soort freerun spel en er zit nog een story achter. Oké. Het is best leuk om te spelen eigenlijk. Dus zou je het verhaal zelf nog bezig. Uit welke kamer zijn jullie? Ik zou het niet weten, dat is nu niet. 2008 waarschijnlijk. Zoiets, ja. Oké. Is de deel in de hoogte. En hij pleegt momenteel zelf. Ja, doe je dat vaak? Wat zelf nog plegen? Dat doe je vaak van als je dan aangelegd. Oh, dat is gek. Ja, dat vind ik echt leuk. Oké. Houdt hij van. Zie je van deze game al een deel 2 verschijnen? Niet echt, want het is al best wel oud. Hadden ze eigenlijk al iets eerder moeten aankondigen en doen dan. Slecht verhaal. Oké. Dat weet ik niet. Dus maar nee, het is op zich gewoon een leuk spel te spelen. Gewoon als je niks te doen hebt. Dus geen idee. Dan speel ik het ook. Oké. Dat betekent ook heel bepaalde intelligentie. En ga je dit jaar nog verzoeken? Ja, misschien ja. Ik denk het wel. Als ik zin heb wel. Als ik geen zin heb niet. Zijn er nog games die je daar hoopt te zien? De Elder Scrolls Edge zal er niet zo gauw komen, dus maar. Ja, nee. Nee, ja. Ik laat me gewoon verrassen, denk ik. Oké. Okay. Dus. Far Cry 3. Oké, dan zijn we zo meteen weer terug, denk ik. Is goed. Tot zo, hè. En ik ga weer naar pakket. En Dylan heeft weer suicidale neigingen in Mirror's Edge. Oké, draai de camera weer. We gaan het even hebben over E3, hè? Over E3. Ja, wat vond je van de E3? Ja, de E3 is dus nu voorbij. De E3 is een groot evenement eigenlijk voor pers. En dan worden de allernieuwste games worden daar aangekondigd. En ja, er zijn op zich best wel leuke titels, vond ik, aangekondigd. Ja, ik vond het wel weer een beetje tegenvallen. Er was niet echt iets nieuws. Ik heb heel vaak gezien in deel 2 of in deel 3 of in deel 4. En het komt ook natuurlijk omdat games worden steeds minder verkocht. Ja. En daarom gaan de mensen op safe spelen om een deel 2 uit te brengen. Omdat die mensen deel 1 leuk vonden, waarschijnlijk ook een deel 2 kopen. Ja, hier zeggen mensen de E3 viel zwaar tegen. Maar aan de ene kant, ik vond het op zich Tomb Raider, nieuwe Tomb Raider, Far Cry 3, Assassin's Creed 3. Die ziet er echt ook gewoon heel erg goed uit. En Watch Dogs, dat is een heel nieuwe IP van Ubisoft. Heb je die zelf gezien of niet? En vergeet natuurlijk niet Beyond Two Souls. Ja. En Call of War Saints natuurlijk, daar zit ik op te wachten. Aan de ene kant natuurlijk de E3, ik vond zelf ook een beetje tegenvallen, maar aan de andere kant, je kan heel veel games opnoemen en zeg maar zelf, je gaat zelf ook geen honderden games kopen in een maand. Je koopt ook maar 10 games of zo. Ja. Dus daarom, 10 games in een maand? Nou, 10 games in een maand, die waren in een jaar of zo. Dat is maximaal, ik weet niet hoeveel jullie kopen, maar... Ja, ik krijg ze meestal. Nee. Ja, natuurlijk voor mensen die journalisten zijn of zo, of die gesponsord worden. Voor die personen, die willen gewoon vette games spelen. Maar het gaat natuurlijk ook altijd over de markt van wie moet het kopen. Ja, en hier zegt ook iemand, wat vinden jullie van de PlayStation Vita? Maar wat wel echt heel erg opviel, is dat de PlayStation Vita is bijna geen aandacht aan besteed op D3. De PlayStation Vita, ik vind het echt een heel mooi ding. Ik zou hem best willen hebben. Het enige is alleen, er zijn geen games voor. Ja. Weet je wat ik denk? Ik denk dat de PS Vita de PSP achterna gaat als ze zo doorgaan. Want op zich vind ik de PlayStation Vita gewoon een leuk concept, maar ik wacht gewoon echt op de games. Want maar er is bijvoorbeeld op de E3 is er een Call of Duty aangekondigd voor de PlayStation Vita. Die hebben ze echt misschien 5 minuten hebben ze daar tijd aan besteed. Ja. Dus het is echt... Nou, ik vind het echt ook een beetje raar voor Sony dat ze dat doen, hoor. Maar om even af te sluiten voor de E3, wat vind jij dan, waar kijk jij het meest naar uit, naar welke titel? God of War Ascension. Ja? Ja. Ik denk toch Beyond Two Souls, gewoon van hoe het eruit ziet, gewoon de animaties en zo. Ik ben heel benieuwd naar Watch Dogs, maar ik kijk ook wel heel erg uit naar Far Cry 3, want ik vond dat gewoon het vorige deel ook best wel leuk, speelde zich af in Afrika. Nu gaat het weer terug naar een tropisch land en ik vind dat op zich wel leuk. Dus waarschijnlijk zullen jullie een previewtje zien op de Facebook, want dan zijn we ook weer dit jaar. Ja, zeker weten. Oh ja, dan nog eventjes over de consoles. Had jij een nieuwe Xbox of een nieuwe PlayStation verwacht? Ik had het eigenlijk, een nieuwe Xbox verwacht, maar... Ja. Maar dat is dus niet, ik denk, ja... Misschien... Alweer niet? Nee. Hoe komt het toch? Ik snap het ook niet, maar ja... Ja, op zich kunnen ze er nog wel even mee door natuurlijk, maar... Ja, de Wii U, wat vond jij daar dan van? Nou, ik heb eerlijk gezegd de Wii U. Ja, het is weer een beetje van... De titels die je zag, beloofde niet heel veel. Ja, het was op zich aardig leuk, maar of ik nou zeg van... Voor die 300, 400 euro dat het ding gaat kosten, dat ik daar voor één game dat gaat kopen, dat denk ik niet. Ja, maar de Wii U moet gewoon echt een beetje
de hardcore gamers terugkrijgen. Want vooral Nintendo gamers, ja, daar komen wel leuke spellen vanuit. Pikmin 3 en zo, maar ja. Nou, ik wil gewoon de Call of Duty's, de Skyrim's, die wil ik allemaal zien op. Ik moet zeggen, ik zit op een Nintendo console, zit ik niet te wachten op Skyrim en Call of Duty en Battlefield en zo. Als ik een Nintendo console had, dan verwacht ik games zoals Super Mario, misschien nog een nieuwe 3D Mario. Ja, Pikmin. Maar is dat niet gewoon een beetje op de nieuwe ADV's van Luigi Mansion? Een shit uit te brengen. Dus ik heb ook zoiets van Mario Kart. Als je kijkt naar de eerste Mario Kart en de Mario Kart toen hij nieuw is, hoeveel is die veranderd? Eigenlijk vrij weinig. Ja, maar dat. En ik heb zoiets van juist een Call of Duty op een Wii U. Nou, hoe vreed je daar allemaal dingen mee kan doen met dat schermpje en zo wat erbij zit. Nee. Dat zou toch best wel vreed zijn. Ja, want dan zeg je wel een Call of Duty en dan zeg je dat de Nintendo games die vernieuwend zijn, maar denk je echt dat een Call of Duty een vernieuwing gaat brengen op een Nintendo console? Call of Duty is de hele tijd te herhalen. Als ze daar goed op inspelen en gewoon goed weten wat het is, dan zou dat kunnen. Alleen hetgene is, het gaat niet gebeuren, want ze willen die dingen natuurlijk ook eentje voor de Xbox maken, eentje voor de PC en een voor de PC. En daarop gaat het niet. Hé, hey, maar hier vraagt ook net iemand, wat vinden jullie van Minecraft? Minecraft, ik vind het concept vind ik tof, maar ik heb zoiets van, ja, ik heb er vrij weinig mee. Ja, ik vind het op zich, ik was echt eerst altijd heel sceptisch over, maar nu dat ik het echt gespeeld heb, op de Biotown server, ja, ik vond wel heel, ja, op zich, het is echt een verslavende game. Het is net als wat Habbo vroeger voor me was, en nu is Minecraft dat een beetje. Ja, welke game hoop je te kunnen spelen op de First Look 2012? Ja, welke game ik op First Look? Gideon, begin jij. God of War. Ja, die sowieso. Ja. En natuurlijk. Ja, ik zou niet weten. Ik zou niet weten waar ik eigenlijk op zit te wachten. Ik weet niet, ik zit eigenlijk op niet heel veel te wachten. Ik zit eigenlijk meer te wachten op echt games die me aanspreken. Ik hoop natuurlijk iets te zien over. Ik hoop natuurlijk iets te zien van Assassin's Creed 3. Al spreekt de tijd waarin Assassin's Creed 3 zich afspeelt, die spreekt me helemaal niet aan. Nee? Nee, het is allemaal nog veel te. Ja, dus kan je wel zeggen, het is bijna 400 jaar geleden, maar het is nog veel te recent. Ja, dat zeg je zelf, je bent toch ook wel blij dat je uit Italië weg bent. Nou, maar in Assassin's Creed Revelations zat je al in Turkije. Dus dat vond ik wel iets vernieuwender. En ik vind het wel leuk dat ze eindelijk Ezio hebben afgerond, want ik werd daar een beetje scheidziek van. Maar had desnoods in Afrika gedaan of zo. Maar ik vind ik heb zoiets van, dan wordt het weer zo Amerikaans als ze het in Amerika gaan doen. Dan wordt het weer zo neergezet van Amerikaan is een superieur. Ja. Daar ben ik bang voor dat het weer zo wordt neergezet. En jij? Ja, dat is een moeilijke vraag. Want ik zou een persconferentie of zo, of in ieder geval gewoon Beyond Closed Doors een filmpje willen zien van Beyond Two Souls. Omdat gewoon, ja, dat ziet er heel erg mooi uit. Maar voor de rest, echt speelbaar weet ik niet. Want ik zou die game, dat is echt een game waar wil je voor gaan zitten en die wil je dan gaan spelen. Ja. En ja, die wil je daar niet 10 minuutjes kunnen spelen met mijn eigen mensen achter je. En dan Nou ja, ik kijk gewoon uit naar Far Cry 3 en zo, dus. Ja. Zullen er voor mensen vragen die bellen? Ja, er zijn nog mensen die bellen. Krantenwijk 2, sorry, wij gaan jou niet Nee. Want jij bent aan het schelden in de chat, dus dat doen we dan niet. Die hebben we al gehad. We doen even Lars. Die hebben toch al gehad? Nee, die hebben we al. Hallo? Hallo Lars. Hallo. Hallo. Ja. Oh, Farco Game. Heb jij na de inderdaad? Hey, ik wil even jullie je professionele mening hebben. Stel je voor, GTA 5 komt uit, hè? Ja. Daar hebben jullie vast wel eens een keertje van gehoord. Ja. En nou heb ik een discussie met de jongens van een gamekanaal gehad. Ja. Over het belang van een snor bij een hoofdpersoon. Ja. Ik vind persoonlijk dat een hoofdpersoon in een game een snor moet hebben. Vind ik echt. Alleen, Ronald en Timo die zeggen, nee, hij moet geen snor hebben, want dan kan de speler die speler zelf een snor geven. Wat is je professionele mening erover? Nou, ik wil eerst eigenlijk weten van jou waarom jij vindt dat een hoofdpersoon een snor moet hebben. Nou kijk, dat zal ik je vertellen. Ik heb op een gegeven moment op mijn eigen kanaal, Vaak Games, heb ik een heleboel afleveringen van GTA gemaakt. En ik merkte dat mensen pas echt begonnen te kijken en het echt interessant begonnen te filmen toen ik de hoofdpersoon een snor gaf. En nou is een beetje mijn relatie met een snor, dat als een hoofdpersoon een snor heeft, dan kijken de mensen. Dat is een beetje mijn theorie. Dus ik hoop dat als de hoofdpersoon van GTA 5 een snor heeft, dat er dan mensen naar mijn serie blijven kijken. Ik zie de relatie daartussen. Ja. Ja. Ja, zou het niet gewoon vreemd zijn als je weer net als bij Saints Row 3, dat je gewoon je eigen karakter een beetje kan customizen, zeg maar. Want ik heb dat bij Saints Row 3 heb ik dat gedaan. Dat is wel het aan kan passen. Ja.
Zet je hem niemand mag jou t-shirt aantrekken bijvoorbeeld. Ja, zoiets. Ja, en dan een snor erbij. Dat zou goed wat zijn. Of gewoon een beetje net als San Andreas. Die stijlachtig iets. Nou, hier. Ik moet. Ja, super snor. Dat is toch vet, dat is toch vet. Die San Andreas nog, die vond ik echt episch. Gewoon een type bril met een fotneus. Met een super snor was dat. Met zijn fotneus. Ja, hij had inderdaad fotneus, maar hij had ook een coole snor. En daardoor werd die serie een succes, ongetwijfeld. Nou, we zijn het helemaal met je eens, Vaker. Ja, ja. Dankjewel. Hè? Eindelijk iemand die het met me eens is. Hé, hey, ga je ook naar First Look 2012? Weet ik niet. Ik weet niet of ik van Timo er ook nog mee mag, eigenlijk. Als ik mee mag, dan ga ik zeker mee. Oh. Oké, okay, en welke game hoop je dan te spelen als je mee mag? Wat zei je? Welke game hoop je dan te spelen als je mee mag? Welke game hoop ik dan te spelen? Een leuke. Eén waarbij ik de hoofdpersoon een snor kan geven. Oké, okay. Maar ik heb nog een vraag. Nou, denk jij dat Super Mario alleen maar een succes is omdat Mario een snor heeft? Dat denk ik wel, ja. Okay. Ik denk dat als hij die snor niet gehad had... Dan was het gewoon Mario geweest, weet je wel? En Super Mario, het woord zegt het al, super, super coole snor. Ik denk dat dat, er wel iets mee te maken heeft gehad, ja. Oké. Maar in ieder geval bedankt. Je hebt helemaal gelijk, bedankt voor het bellen. Dus, nou, graag gedaan, jongens. Doei. Dus in principe, Ubisoft, EA, als we hier kijken, nieuwe IP geeft de hoofdpersoon. Dus al die bedrijven die nu dik in de shit zitten, hoofdpersoon snor geven. Verkoop meteen. Ja. Oké, de volgende, wie wil? Hey, hoeveel mensen kijken er nu eigenlijk? Laat het even weten in de chat. Dat is wel interessant. Trouwens, mag ik het even onderbreken? Wat dan? Ik heb iets vreeds gehad. Ja, misschien moet het vreeds. Oké, laat het zien. Ik heb iets vreeds gehad. Gideon heeft iets vreeds gehad. Ja, ik heb iets super vreeds. Echt allemaal hele verschillende antwoorden. Nou, ik denk 39, want Geert Zand is volgens mij wel serieus. Ja, Jeroen Joe. 39, wauw, dat is toch veel? Ik heb namelijk dit ding gehaald. Is het te zien? Ja. Ik zit een beetje te zien. Laat het maar even zo in beeld. De NES. De originele uit 1985. Ja, waarom? Als hem nu laat vallen, ben je genaaid. Ik weet niet, ik was met mijn vader op bezoek bij mijn oom in Goes. Het was een tweedehands marktje en ik vond daar een NES voor 25 euro. En welke spellen ga je erop spelen? Ik heb er een disket bij gekregen met 3 games. Super Mario Bros. Bij de snor. Tetris en Nintendo World Cup. Het is wel een beetje nostalgie natuurlijk. Ja, maar Nintendo World Cup is kut, Tetris is Tetris en Super Mario Bros. Is geniaal. Ja. Iemand vraagt hier, Virtualism, die vraagt hoeveel heb je ervoor betaald? 25 euro. Met een controller. Twee toch? 25 euro met een... Met 2 controllers en een gratis game. Ernesto zegt nostalgie, jullie zijn 12. Nee, we zijn niet 12. Nice. Nou, ik moet zeggen, als ik echt aan nostalgie denk, denk ik echt aan PlayStation 2 voor mij. Dat is nostalgie. Ja, ja. Dat is wel. Of de eerste Xbox. Eigenlijk dit is ook al voor mijn tijd, volgens mij, inderdaad. Ja, want het is bekend. Jullie hebben gelijk. PlayStation 2 nog best wel recent. Ja, maar toch, ik ben opgegroeid met de PlayStation 2. En ik vind het geweldig om te zien. Om dan bijvoorbeeld een NES te halen en dat ik dan zie dat de games ook zo veranderd zijn. Ja, dat is best wel geniaal. Ah, ik kwam even af. Laten we nog even Skype. Is Bla iemand leuk? Ja, ik denk dat Bla een beetje bla is. Doe even wachten, 204. Hallo? Hallo. Het is Fees. Hallo? Ben je daar, meneer Bla? Ben je daar? Hallo? 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 Zijn jullie homo? Nou, dat is... Ja, voor... alleen in Mexico. Ja. Hij zelf volgens mij wel. Nou, we gaan natuurlijk door naar de volgende. In Mexico. Hallo? 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 Geniaal! Meteen een linkje in de taal. Gaan we ook nog zangerines? Nee, geen zangerines. Nee, echt vreselijk. Al was er wel die EK-hit van zangerines, vond ik gewoon minder als die, was gewoon minder slecht als die EK-hit van die andere gasten. Welke andere gasten? Van VU Oranje en Google International. Oké. Hey, hebben jullie nog vragen? Zet het dan nog even in de comments. Ja, zo anders gewoon random doen. Ik denk dat de Kai hier binnenkort, zo meteen binnenvalt. Ja, over 5 minuten komt Kai. Nou, dat is wel... Ligt een beetje aan de... Hey, die foto.
Hé, hey, dat is Coppercap. Coppercap. Ja. Maar wat beantwoord alleen gaat hij over? Nou, deze nummer nog. Antwoord met video. Hallo. 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 Ja. Hallo, heb je een webcam? Heb je een webcam? Nee. Dag. Hallo. Ja, maar eigenlijk vind ik dit fout, want die anderen hebben wel gewoon beantwoord terwijl ze geen webcam hadden. Ja, oké, maar ja. Wat vinden jullie van Skype? Skype, ja. Skype is, ik vind Skype echt op zich een handig programma, alleen af en toe is de audio niet helemaal. Dat ze zouden mensen moeten streamen van Skype. Ik moet zeggen, ik vind Skype vind ik gewoon kut, het werkt niet en ja, ik zou eigenlijk niet weten waarom mensen het eigenlijk gebruiken. Jij bent een MSN fanboy. Nou, ik ben meer eigenlijk iemand die probeerde ironisch te zijn, maar het faalt. Sorry, boekeur, ja. Nou. Oké, ja. Nog een beller? Ja. Wat is jullie favoriete vla? Dubbel vla? Dubbel vla. Of chocoladevla? Ik hou niet zo van vla. Maar het moet wel van die goedkope Albert Heijn vla zijn, anders vind ik het niet lekker. Maar goedkope Albert Heijn vla. Net als die chocoladebolletjes vla. Die is van... Wat? Oh, ik krijg vla en wat is dat? Dat is een pak... Ja, ik krijg vla. Ik weet niet waarom ik karamel vla krijg. Laat maar even zien aan de camera. Weet je ook best wel lekker is slagroom vla? Ja. Maar hetgene wat Kevin dan weer doet, hè. Die pakt slagroom vla plus slagroom. Nee, kijk. Slagroom. Een bodypaint met Marco Twan. Hey, wat vinden jullie van Max Payne 3? Max Payne 3, ja, ik weet het niet, ik heb hem niet gespeeld. Ja, ik heb hem ook niet gespeeld, maar ik heb hem wel gezien, maar ik vond gewoon... Ik vond sowieso die... die physics heel erg mooi. Het beweegde allemaal heel erg goed. Je kon 180 graden of 360 graden helemaal draaien met je karakter, dus... Ik vond het cool. Ja. Zo bedankt ik aan Dylan, want we kunnen kijken of Dylan zijn dingen Dylan is San Andreas aan het spelen, laten we even in de game room. Oh, ze zijn nu Dylan. In de game room, zijn ze nu San Andreas aan het spelen. Dus is Dylan de game room even de slot geven. Dylan de game room is nog. We zijn het van plan. Dus is de one only man. Dat is een hint op de wie loopt er? Nu ga ik even. Ja, zeker. Even opslaan. Snel worden, man. Gevallen. Ja, wat zijn jullie aan het spelen? Ja, San Andreas. GTA San Andreas. Geef ze maar s'nachts. Hey, hoe vind je dat? Heb je ook GTA gespeeld? Ik ben er mee bezig. Stel even. Ik zit in de story, zeg maar. Ja. Dus ik zit nou, maar ik heb niet echt tijd bijvoorbeeld. Het grootste verschil tussen San Andreas is eigenlijk een beetje, en GTA 4 is eigenlijk een beetje dat dit iets minder serieus is. Ik vind dat zelf ook niet. Hier kun je wat meer doen eigenlijk, en dat je hier meer kan. En wat hopen jullie te zien in de nieuwe GTA? Dat je minder wordt gestalkt door jouw opdrachtgevers. Ja, je wordt steeds gebeld in GTA. Ja, op een gegeven moment word je daar gebeld door die Roman en dat is gewoon niet fijn. Ja. Je kunt gewoon niet vrij rondrijden. En waar hopen jullie dat het dan ongeveer afspeelt in een volgende versie? Ja, een keer in een andere, het is altijd bijna altijd in Amerika wel. Ja. Dus, ja, ik zou het wel weer doen in dezelfde. Hoe vet zou het zijn om het nog een keer in Nederland te hebben? Ja, in Nederland. Ja, chill zou ik denk dat ze wel. Ja, zoiets. Maar er komt een tijd dat ze gewoon een game hebben, net zoals Google Maps, denk ik. Dat je gewoon overal. Ja, een game spelen op Google Maps. Ja, dat ziet even wel. Kun je eigen huis kapot. Ja, dat zal op zich wel weten. En wat gaan jullie verder nog doen in het spel? Zeg maar even een soort game. Hey, hebben jullie al eens een keer verder dan het vliegveld level gekomen? Ja. Met heel veel cheats. Ja, dat bedoel ik, want... Het is hard te praten, het is niet om te verstaan, zeg. Oh, op de PC is GTA altijd, vind ik zelf altijd heel erg moeilijk, omdat bij die vlieglevels kom je bijna nooit verder met die controls. Dus... Het is gewoon heel moeilijk. Ja, maar wij plakken er gewoon een save-file in. Save-file 100% in en dan kun je gewoon spelen. Alleen ja, dat maakt game wel minder leuk dan. Lekker cheaten maar, dus. Ja, lekker cheaten. Oké, hey, bedankt. Is goed. Ja, we gaan weer terug. Dan. Nou, hier wordt allemaal weer moeilijk gedaan met Oezelen. Ja. Zo, daar zijn we weer. Ja. Kevin, shirt uit. Nee, dat zegt iemand. Dat wil je niet zien. Ja, even nog als laatste over de first look. En dan gaan we weer even iets anders. Krattenwijk zegt dat Pieter porno aan het kijken is.
Dat zijn onze tweede sporen. Ja, wij zijn porno. Wat vinden jullie van RuneScape? Ik vind RuneScape een beetje oud. Oh. Nee. Ik vind RuneScape leuk voor als je in een bak zit. Dan is het leuk, dan ben je stoer omdat je RuneScape speelt. Ja, ik vind RuneScape nog steeds grafisch gewoon een verouderd spel en ik vind het gewoon niet zo leuk om te spelen. Ik ook. Maar laten we dit even afronden. Wat hoop je dat er anders is op Fuslook dit jaar dan vorig jaar? Nou, ik vond het in principe perfect, alleen het mag voor mij wat kouder zijn. Ja. Geniaal. Ja. Van mij mag nog wel het een en ander veranderen. Meer pot en... Dat gezever met die leeftijd. Ik snap, die organisatoren die moeten dat doen, dat begrijp ik. Maar ik vind toch dat dat wel iets versoepeld kan worden. Want ik durf te wedden, ik hoor in september 16 dat als ik als ik op verzoek ben, dat ik bijvoorbeeld dat ze mij gerust tegenhouden op een stand van Modern Warfare te zien is. Nou, hier zegt iemand dat gezever met die leeftijd, maar dat vond ik op zich wel mee. Vallen, want ik was niet 16, maar ik mocht toch alles ja, dat spelen. Dat houdt natuurlijk ook een beetje hoe je eruit ziet, denk ik. Ik zal je vertellen, wij liepen een stand op en dan zag je dat iemand uit elkaar werd getrokken of zo in een game. En ja, ik bedoel... Ja. We mochten niet spelen, maar wel kijken. Ja. Ja. Ik heb zoiets van, ik wil dat spelen, ik wil die persoon uit elkaar trekken. Ja. Dat wil ik zelf doen met een controller. Ja. Ik heb eigenlijk één ding wat ik graag veranderd zou willen hebben. En dat is gewoon die behind closed doors en die theaterzalen, die wil ik weer, net als bij First Look 2010, wil ik ze gewoon in een aparte ruimte. Want het was dit jaar, waren dat er al midden op de stand, hadden ze een hokje gemaakt waar je dan kon zitten. Alleen al het geluid van die hele burgs, dat hoorde je ook nog. Dus wat ze deden, is die boksen gewoon harder zetten. En dat is nogal irritant. Weet je wat ik ook had? Bij een perskop, nee, bij Saints Row was dat. Wij waren naar Saints Row 3 aan het kijken. En er werd gewoon letterlijk een dvd'tje afgespeeld. Ik had er iemand neergezet van THQ Benelux die Saints Row 3 ging spelen. Ja. Maar bij Saints Row 3 had ik sowieso al wel een beetje dat alle leuke dingen die hadden ze al laten zien in de trailer. Ja. Dus er was verder vrij weinig meer te doen. Nou, ik kijk in ieder geval wel uit naar First Look 2012. Ik kijk er ook naar uit. We gaan binnenkort even kaartjes halen. Nou, zijn er nog Twitters? Twitters. Hebben we nog Twitters? Nee. Lars, ik was net live, dat klopt inderdaad. Ja, dat horen wij. Wat voor cijfer geven jullie het publiek? Ik weet het eigenlijk niet zo, want wij volgen natuurlijk alles, maar we weten niet. Ja, ik vind het publiek... Er is een of andere gast, ik denk dat die mijn Steam weet, maar is 19... Sommige mensen zijn jammer genoeg niet 1999, maar zie ik eruit alsof ik 13 ben. Misschien wel. Ik wil niet veel zeggen, hoor, maar dan moet je wel even een bril halen. Waarom negeren jullie mijn tweet? We lezen nu voor. Op Krantenwijk na vind ik iedereen leuk. Ja. Volgende keer één gamekanaal bellen. Eén Zanger Petro. Één gamekanaal. Mag bellen, alleen doe dan zorg dan even dat je niet in een groepsgesprek zit, maar gewoon even één iemand. Want anders wordt het echt heel onoverzichtelijk. En webcam. Dan zijn er nog Twitters dan. Ja, dat was het eigenlijk wel. Volgens mij. Ik moet deze maar eens pakken. Ja. Oké. Ja, Gideon was ik voorstander van een How to do a live show. Even een soort van behind the scenes tour geven. Ja. Dus laten we dat even doen. Moet ik dat doen? Doe jij dat? Oh, doen we dan live? Ja, dat gaan we live. We gaan even een live tour door... Daar weet ik niks vanaf, maar... Moet ik dat doen? Want ik weet niet of jij een beetje verstand hebt van alles wat hier rond staat. Nou, jij weet er meer vanaf. Doe je weer. Oké. Laten we beginnen. Oh, ja. De camera moet wel een beetje meedraaien. Maar je kan ook gewoon vertellen en aanwijzen. Dit is een beetje moeilijk. Maar... Waar moet ik dit doen? Je moet gewoon mij volgen. Laat, ja. Niet ik loop een beetje zo en dan loop ik zo en dan zo. Nou, ja, dat wordt heel lastig. Laten we maar hier beginnen bij de tafel. Wow. Hier staan twee laptops. Goh, ik sta fucking grote wil. Hier staat de tafel dus met twee laptopjes. Deze is voor mij, hier staat, zoals je kan zien. Ik weet niet of je het ook echt kan lezen, maar toch niet per se. Hier staat mijn, eigenlijk het schema op van waar we het allemaal over gaan hebben. Wat vragen al van tevoren uitgetypt, zodat ik die kan stellen en dan daarop kan ik erin gaan. En gewoon alle onderwerpen. Hierachter staat nog een laptop met een monitor eraan vast, waarmee we de Skype kunnen doen. En voor het geval dat die laptop dus uitvalt, kunnen wij ook deze laptopjes gebruiken. Ja. Waardoor we dus eigenlijk altijd een backup hebben. Ik loop wel even zo. Dan loop ik hier naartoe. Hier staat een microfoon, maar die gebruik ik niet. Oh, ik moet even wachten tot de camera er is. Kijk, dat is de camera. Hier staat een microfoon, alleen die gebruiken we nou even niet. Dus ja.
Hier staat een lamp, die staat op het plafond gericht, want dan hebben we gewoon een beetje een soort van weerkaatsen dicht gedaan. En dan gaat de kamer. Nou, dan komen we even hier naar beneden. Hier staat een draadloze microfoonbox, die doet het wel, alleen die hebben we nu niet in gebruik. De dag, want het is altijd, we hebben één dagje waar we alles in doen. En daarmee, dat, ja, dat liep niet helemaal goed. Hier staat mijn mixer, daarmee komt het geluid van de Skype in. Ja, en dan staat hier onze dikke PC. Die PC hebben we te leen gekregen van het bedrijf Contex in Oosterhout. De link staat hierboven. Ja, ik kan moeilijk wijzen. Boven in de hoek staat een linkje naar de website. Maar hier staat onze dikke PC. En daar staat alles aangesloten. Hier is verder van troep. Hier zitten de gasten van van Super Pro Gamers. Ja, ik zit gewoon naar school. En ik heb ze gevraagd van ja, kom zelf gamen, een beetje vertellen wat je aan het doen bent. Dus dat zijn wij aan het doen. Hier staat trouwens nog een umbrella light of gewoon een paraplu light. Paraplu lampje. En hier hebben we twee softboxen staan. En hier zit nou Kevin, toen net zat daar Pieter. Die wisselt een beetje af. En die zijn hier de camera's aan het switchen. Hier je preview en daar je program. En daar is dus op te zien wat er allemaal lang is. En dat is eigenlijk even een notendop wat er allemaal gebeurt. Nou, dat was... Als je nog vragen hebt, twitter ze gewoon naar mij en ik beantwoord ze. Dan ga ik terug zitten. Ja, dus heb je nog vragen, zet het dan even gewoon in de comments. Dan behandelen we dat sowieso nog even. En dan gaan we weer verder met het volgende onderwerp. Ja. Kevin moet naakt, zegt iedereen. Nee, ja, dat gaat niet meer. Ik heb nu een hele droge keel, want dat is meteen een mooi bruggetje, want ik ga jullie ook een droge keel geven. Epies! Het is toch een lepel, hè? Het is een lepel, ga ik hier. Oké, een lepel valt nog mee. Waarom ben ik hier akkoord mee gegaan? Ik zou het ook niet weten. Yes! Ik heb nu ook mijn twijfels. Ik heb gewoon de hele week een grote bek gehad over dit. Maar ik kijk nu toch langzaam aan mijn twijfels. Iets naar boven. Maar ik doe het toch. Kijk, dit is kaneel en water en dingen. En een lepel. Zo'n lepel? Ik dacht een klein deeg. Nee, een grote. Oké, kom maar op. Nou, wat is eigenlijk... En het eerste wat wij gaan doen is deze troep van tafel halen. Want anders moeten we het allemaal schoon gaan maken. Daar hebben we geen zin in. Dus dat is het eerste wat we even gaan doen. Tam. Deze twee. Ja, hij wil dus eigenlijk dat wij de cinema. Ja, jullie gaan de cinema doen. Ja. Beter laat dan nooit. Dus ik zet even al deze dingen even achter. Waar kan dit allemaal naartoe? Even achter de grond. Even deze dingen allemaal op de grond, zodat het niet vies wordt. De camera zou ik ook even ergens anders wegleggen, want dat wil je ook niet blijven dan. Dat is mijn camera. Ja, jij denkt dat ik dat uit mijn mond laat gaan, dat kaneel. Ja, ik zie jou gaan. Ik zou jouw laptop weg doen. Nee, dat ga ik niet doen. Weet je wat episch lijkt? Dan doen het als een stopwolk. Maar waar is de microfoon dan? Die moet je nog hebben. Hè? Nee, dat is de microfoon van de Skype. Oké, ik heb voor jullie eerst een flesje water. Een flesje water. Dan heb ik een kotbak, of in ieder geval een bak als je moet. Als je water drinkt en je moet uitspugen of zo, kan het daarin. We komen op het niveau van de Mark of DM Show. Ja. Nou, die kijkt ook, hè. En we hebben nu kaneel en ik hoop dat hij erin open gaat. Oh, het draait hier helemaal open. Nou, lekker kaneel. Ja, ik hoop dat het... Probeer het op te eten, want hoe minder jullie uitspugen, hoe minder wij hoeven op te ruimen. Je hoeft jongens toch wel goed. Dat gaat zo makkelijk worden. Maar dat is niet. Geven jullie een timer of zo? Moeten we dat aanzetten? Nee, we hebben geen timer. Dus we moeten 2 minuten, hè? Sluikreclame van de Albert Heijn, zegt hij mee. Zegt hij iemand? Weet je wat ik doe? Ik prik het gewoon één keer in mijn mond, dan ben ik er vanaf. Ik kan even een flesje open. Zoiets. Nou, staan we goed in beeld? Oké. Ik weet niet of ik hier veilig zit, maar... Ik zal even... Spreek niet aan mij. Ik zou die laptop even dicht. Kan die? Nee. Oké, eerst een slokje water, wacht even. Doe even de laptop even dicht dan wel. Even de laptop dicht. Even wachten, dan kan ik ook wat drinken. Oké, gaan we. Ga jij ook meedoen? Ik weet het niet eerlijk, Samal heeft minder dan Oké, 3, 2, 1.
Hij heeft het gehaald. Het is wel pittig. Zowel zit nog steeds gewoon te uitdraaien. Dat kan te janken, joh. Maar hij haalt het wel. Rode Jurek. Dit is best wel pittig. Maar wel lekker. Oh. Heerlijk, weg! Kijk, je hebt het gewoon gehaald. Ik dacht van die spuugt alles uit. Ik zou eigenlijk nog wel wat hebben willen. Joey! Wil je nog een keer? Ja, nou. Ik ben bang nog een keer hoor. Ja, maar jij deed met water. Ja, hij heeft gewoon al. Klootzak. Water. Hij heeft gewoon niks gedaan, hij heeft het gewoon gehaald. Ja, mensen thuis, ik ben een. Hij heeft gewoon gewonnen. Ik heb gewonnen. Want jij ik deed dacht met van water. Mij moet alles schoongemaakt. Hoezo? Maar dat is gelukkig niet. Hoezo je mocht toch spoelen wanneer je wou? Nee, dat mag niet. Oh. Eigenlijk pas als ik. Ik weet niet, ik ken alleen maar van ja, ik ken heel je mond. Oké, okay, nou dan gaan we. Ik vind het eigenlijk helemaal niet super vies. Nee, dat is cinnamon challenge. Dat is eigenlijk best wel lekker. Nu vindt iedereen mij gek zeker omdat ik doe. Dus ja. Eigenlijk ben ik gewoon een dikke cheater. Ja, okay. Jij bent een cheater. Oké. Okay. Nou was eigenlijk de volgende live show weer. Ja. Dan doe ik met iemand anders dan. Of laat de Kai zo gek als Kai nog komt. Ik weet niet of hij nog komt, maar misschien dat we hem nog even laten. Kai en Kevin? Ja, want nou. We hebben nog een half. We hebben nog de dingen nog helemaal voor. Joh. Maar ja, het was even eigenlijk de bedoeling om nog even een Q&A te doen. Dus als je nog vragen hebt, stuur ze nog even in. Ja, als je nog vragen hebt, dan we gaan nog niet zo lang meer door. Het is nu al bijna 9:30. Dus als je nog vragen hebt, zet nog even in de comments en dan gaan wij gewoon afsluiten daarna. Ja, we gaan nog even hebben over vakantiebestemming. Als er is nog iemand die ons belt, dus we kunnen nog even opnemen. Ja, we kunnen hem nog uitlopen, was het kan. Hallo? Hoi. Hey. Hey. Hey, wat vind je ervan? Hè? Eh? Heb je nog een vraag aan ons? Wacht, ik had een vraag. Oké. Okay. Wacht. Ja. Wacht, dat muziek hier. Wat vonden jullie stijt nou zo kut? Om dit? Ja, om die storingen. Wacht. Internet crasht even. Ja, dat is niet zo makkelijk tijdens een live show, hè? Ja, dat is goed. Wat vonden jullie nou zo kut aan dingen, aan Skype? Nou, Gideon, wat vond je zo kut aan Skype? Nou, het was niet heel serieus bedoeld. Dat is meer zoiets van, ja, kijk, we gebruiken. Dat is meer zoiets van, ja, we gebruiken Skype en het is eigenlijk hartstikke kut. Maar, waarom? Ja, gewoon. Ja, maar er is ook bijna niks anders. Het was ook niet echt heel serieus bedoeld. Het was meer zoiets van, ja, Skype is kut en dank en daarom gebruiken we het. Het was meer zoiets. Dus. Oké. Okay. Hey, bedankt voor je vraag. We gaan nog even wat andere vragen beantwoorden, dus bedankt voor het bellen. Wacht, in. Net crash weer. Doei. Hey, hier vraagt iemand, wat is jullie lievelingsspel? Sander. Ja, ik weet niet. Ik heb niet echt één lievelingsspel. Als ik nog steeds zeg het beste spel wat tot nu toe gemaakt is het gewoon San Andreas. Maar voor de rest... Fanboy. Ja, best wel. Maar ik heb niet echt een lievelingsspel zo. Nee, echt niet. Jij, Gideon? Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, welke? Ja. Gewoon de eerste. Dat is gewoon voor mij een van de beste games ooit gemaakt. Skyrim. Hier vraagt nog iemand. Skyrim. Genaamd. Skyrim. Oh, wij zijn. Skyrim. 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 En ook game reviews. Geef je fans een high five. Waar staat dat? Op Twitter. En ook game reviews geef je van een. Ja. Van wij zijn binnen. Mag ik jullie ontmoeten op de gathering? Ja, natuurlijk. Dan moet je gewoon even naar de YouTube gathering komen, dan kan je het ontmoeten. Of, ja, tenminste, ik kom naar de YouTube gathering. Kevin van Bols TV 1 gaat mee. En waarschijnlijk Kai. Weet ik niet. En, ja, de Belgische YouTube gathering weet ik nog niet. Ik neem te veel de leiding, zegt iemand. Het flippers aan. Ja, ja. Wanneer doet Kevin een cinema challenge? Als Kai nog komt, waarschijnlijk niet, maar als Kai nog komt, dan gaat Kevin een cinema challenge doen. Hoetje, hoetje. Oh god. Nee, dan gaat. Dylan en Matthias, willen jullie niet de cinema challenge doen? Oh, ja. Tegen elkaar. Ja, dan krijgen ze wel jullie een flesje water, hè? Ja, dat maar. Ja, Dylan zegt kom maar. Oké. Okay. Ja. Doe het wel even aan die kant, want anders moeten we hier alles zeggen. Oké, okay. Als jullie willen, kan dat. Maar dan krijg je dus wel okay. Hun.
Hoezo, je hebt toch wel wat schone lepels, denk ik? Ja, oké. Okay. Wie gaat er nou nog eens in? Oké, ik zou zeggen, Kevin, haal de lepels. Hou jij even lepels, dan gaan we even verder met de volgende vraag. Is er nog een vraag? We willen nog vragen. Waarom nu niet? Geef hem meer zendtijd. Kevin is jullie talent. Oké dan. Oké. Juist. Doe het even, ik zal wel je laptop dichtklappen. Ja, we gaan onmiddellijk over. Hebben jullie water nodig of zo? Een kotsbak? Nee, dat is niet nodig. Jullie zagen toch hoe ik dat deed? Voor de zekerheid. Ik zou het wel aan die kant doen. Ja, maar ik wist serieus niet dat je geen water moet drinken tussendoor. Dat wist ik niet. Gaan we bij Gideon zitten? Of trouwens, hier kan het ook wel. Dan is ook wel even alles over. Nee, we gaan met daar. Aan die kant en proberen naar voren. Ik heb hem uitgevonden, Sennel. Wat? Klopt, de lepel is vol. Oké. Ondertussen, als er nog vragen zijn, stuur ze even naar hashtag Movie Live. Of bel nog even via Movie Maker Skype. En dan, ja. Gaan we doen? Heel potje. Oh, lekker. Net als met sombol. Kees Park is als een bord de sombol als lunch. Nou. Doe maar, jongen. Ik wacht op jou. Hier ook. 3. Flesje water of niet? Ik heb die nodig. Oh ja. 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 1, 2, 3. Ja hoor. Ik kan al niet. Mag ik nog een lepel? Gaat die Dylan? Oh joh. Mietjes. Doe maar een gek. Eén beetje kaal, ik word emotioneel van. Nog een lepel voor jou. Geniaal. Doe maar bijvullen. Nog een keer. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, je krijgt gewoon... Gooi er gewoon een potje erop, jongen. Is er nog wel water in? Oh ja, daar zit ook een kameel. Ja. Ben je dood of zo? Wat komt. Je bent echt dood, hè? Ja, nu een kleine stukjes. Van een keer naar binnen werken, kom op. Wat de fuck, ik ging dood van binnen. Sander. Niet aankomen. Oh, dat is ook niet. Ik ga niet echt wel. Oké, begint hij gewoon te ruiken naar kaneel. Oké. Maar ja, volgens mij zijn we dat was de... Ah, sorry, dat was ik. Dat was de cinnamon challenge. Ja, ik ben deze even mee. Ja, okay. Laten we onder andere een beetje gaan afsluiten. Ja. Ik denk, we hebben nog een aantal minuten. Nou, iedereen sowieso bedankt voor het kijken. Ja, ik wou even stoppen. Oh. Ik wou nog even wat, het is natuurlijk vakantie. Ja, nog niet voor iedereen natuurlijk. Wij in het zuiden zijn het eerste, maar van binnen dan. Oh ja, vakantie. Ja, vakantie, ga je echt naartoe? Ik ga waarschijnlijk een week naar Duitsland. Wat ga je dat doen? Naar tante die daar woont, maar we gaan de rest van de dagen aan de Moesel of zo een hotelletje nemen. En dan gewoon die dorpjes daar een beetje bekijken. Dus. Oké, leuk. Verder nog andere plannen? Ja, daar een beetje pretparken en zo bezoeken. En voor de rest nog verder met mijn website. Met Albert nog wat tripjes regelen. Dus. Met Albert. Ja, Albert is ook nog iemand van NL Game Reviews waarmee we ook presenteren en zo. Oké, leuk. En jij, Gideon? Ik ben thuis. En dan verder wel andere plannen van dingen die je gaat doen. Ja, ik zou met mijn vader een dag naar Amsterdam gaan. Niemand thuis wil mee, behalve ik. Waarom niet? Gewoon. Geen zin. Maar ja, ook gezellig toch? Ja. Maar ik heb nog een vraag aan Dylan. Zeg het eens. Wel, wanneer ga ik filmpjes maken voor Game Together? Want dat zou jij gaan doen. Ja, als ik een goede mic heb, krijg ik waarschijnlijk volgend jaar. Goede mic. En wanneer is jouw verjaardag? 26e. Oké. 26e, dit is juni. Ik wil zeggen, want. Ja, het is nu 29 juli. Ja, juli. Maar juli, oké. Ja. Dan wordt een reservoir dus. Goede kwaliteit. Oké, okay, ja, ik ga naar Doetinchem. Ja? Ja, ik ga naar mensen ook van YouTube toe. En, ik weet wie ook in Doetinchem gaan woont. Wie dan? Glenn. Dus Glenn. Van Nimwezen. Oh, ik ken hem niet. Oh, Nimwezen, je hebt wel eens comments van. Nee, diegene van MSN zou bellen, alleen ze heeft niet gebeld. Maar ze is waarschijnlijk ook niet online. Maar ja.
Ja, maar ja, eigenlijk ben ik ook wel benieuwd waar jullie naartoe gaan. Dus ja, als jullie willen vertellen waar jullie naartoe gaan, ik kan nog even bellen. We zijn er nog, denk 5 minuten. We zijn nog ongeveer 5 minuten, dus als je nog vragen hebt. Dus als je nog vragen hebt, kun je ook even vertellen waar jij naartoe gaat. Laat ik weten. Wat vinden jullie van meisjes die gamen? Ik vind het best. Ik vind het op zich ook wel best. Ja. En ik heb zoiets van, ja. Het is een beetje zo'n manier hoe je beslag. Ik vind op zich, het is leuk, maar het ligt ook een beetje aan wat voor soort games. Ja, dit is gewoon precies dezelfde persoon, alleen heeft hij even zijn naam veranderd. Ja. Net als toen de vorige keer met geen talent. Nou ja, geen talent. Ja. Wat vinden jullie van de huidige televisie met al de talentenjachten en zo? Ik weet het, het is wel allemaal vrij veel hetzelfde. En ja, natuurlijk probeert iedereen met elkaar te concurreren, alleen ja, het blijft wel veel, vrij veel hetzelfde. Ja, ik vind dat ook gewoon. Ik heb daar echt een geit hekel aan. Ik kijk sowieso wel vrij weinig tv. Meer internet. Deze uitzending was een teleurstelling. Praten over games boeit echt niemand. Echt. En negeert iedereen op Skype. Erg jammer. Wij negeren alleen één gast. En wij hebben hier Engel Game Reviews, die natuurlijk game video's doen. Dan zegt die persoon dat wel leuk, maar we hebben net gezeten van stel vragen en er kwam niemand. Ja. Dus stel nu nog even je vragen. Nou, dan moet je ze niet wegklikken. Ja, omdat degene die net hetzelfde belt. Dus stel je vragen. Jeroen, die hebben we net gehad. Hallo. Ja, misschien heeft hij een nieuwe vraag. Heb je nog een nieuwe vraag? Ja, wat is je favoriete game? Dat is favoriete game, die hebben we al verteld, maar ik zal het nog wel een keer vertellen. San Andreas. Ja? Skyrim. Ja, San Andreas. Mijn Skyrim. Ik heb een shirt staat. Five City. Is dat een... Italia. Italia. Is dat een link? Ja. Nice t-shirt, hoor. Nice. Ja, Kingdom Hearts. Ja, even over die t-shirt. Hè? Hebben jullie game merchandise van t-shirts of popjes? Ik heb laatst van Ubisoft een paar t-shirts gekregen. Ja, jij krijgt er gewoon en wij gaan ze gewoon kopen. Ja, ik heb eerst op de HME, volgens mij 3 jaar geleden, heb ik een God of War petje gekocht met Kratos erop. En vorig jaar op de First Look heb ik een Hades poppetje gekocht van God of War 3. Oké. Okay. Hey. Nog iets of was dat het? De belt een meisje. Wat dan? Oké. Hey, bedankt. Ja, bedankt. Oh. Ja. Hey, we nog? Ja, we gaan toch even proberen. Ja, hallo. Hallo Lars en. Hallo! En dat is drieën. Ja, ik wil even wat tegen Lars zeggen. Ik ben niet eens met zijn snorrengeval. Nee. Ik vind het echt eigenlijk totaal onzin. Ja, wat Lars. Want vrouwen. Vrouwen zijn soms ook hoofdpersonen. Wat hebben die vrouwelijke hoofdpersonen dan ook aan een snor dan? Vrouwen kunnen ook een snor hebben. Ja, dat is niet zo. Ja, oké, maar dat wil je niet. Dat op straat Utrecht, dan lopen daar ook vrouwen met snorren rond, beste Ronald. En dan dat moet allemaal kunnen tegenwoordig. Ze kunnen ook meerdere snorren. Ik Barbie het snor. Stiekem heeft nee, Barbie heeft genoeg succesvolle games. Er is weer een nieuwe K3 game voor op de DS uitgekomen. Hebben die een snor? Barbie heeft een snor? Ja. Ja, maar Barbie zou een snor moeten hebben. Nee, maar toch is het een succesgame. Dus jouw argument van dat alle succesgames hoofdpersonen met snorren bevatten, klopt niet. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat in een game pas goed kan worden als een hoofdpersoon een snor heeft. Is het misschien handig als jullie gewoon deze discussie samen even voeren? Oh nee, maar we wouden graag weten met jou die nou eigenlijk het meest eens waren. Zijn jullie nou met ons eens of zijn jullie eens met Lars? Ik moet gewoon nog zeggen dat zij het met elkaar het meeste eens zijn, want zij zijn met z'n tweeën en ik ben maar alleen. Nou, ja, dus het zou eerlijk zijn als jullie ons steunen. Ik steun Lars. Ik ben het eens met Lars. Ik vind een snor bij een character goed, alleen ik wil niet bij je vrouw. Bij je vrouw geen snor. Voor vrouwen. Kijk, mijn vader heeft ooit gezegd, ja maar kijk, een snor, dat kan ook op een andere plek. Neem eens een snor. Dat heeft hij ooit gezegd. Mijn vader komt altijd met hele vage uitspraken. Ook bij een zure melk met vrouwen die voetballen. Dat is mannelijk. Dat is allemaal pure testosteron. Oké, dan nog één ding. Lars, jij wou de gamers toch nog een compliment geven tot de hoofdpersoon de snor had. Ja, inderdaad. De gamers van de bank. Die bij de bank zaten. Ze waren GTA aan het spelen. En volgens mij hebben ze me een snor gegeven. Klopt dat? Ja. Wil we eens even een applausje voor geven? Ja, maar dat... Je doet supergoed. Ik
Hey. Ja, bedankt. En ik vind jullie trouwens heel goed doen. Ja, en maar. Even applaus voor hoe jullie dit gedaan hebben, want ik vind het echt knap met al die verschillende camera's en alles. Echt. Hey, top man. Leuk dat jullie gebeld hebben. En ik lees je bericht zo wel, Ronald. Oké, houdoe. Angela belt. Laten we Angela, de eerste meisje dat belt, wat genoeg had. Zoals het allemaal meisje is. Wow! What the hell, man? Wat de fuck? Bel hem terug! Druk bellen. Druk bellen. Fucking lekker ding. Druk bellen. Matthias vindt je leuk. Nu is het... Koala. Waar zou hij zijn t-shirts kopen? Is dat Marco TM? Tafel 2. Marco? Nee, Marco, dat ben je niet. Dat ben ik. What the fuck? Kevin's toekomst. Kevin, ik hoop echt heel erg niet dat je zo gaat worden. Ik hoop van. Laten we tot kwart voor even dit doen en dan stoppen. Ja. Okay? Ja. Dus nog een paar vragen en een kwart voor stoppen. Ik vind het wel jammer dat Kai niet is gekomen. Ik vind het ook jammer, maar ik weet ook niet waarom. Nee, dat gaat hij wel. Ja, Dylan, moet je zien. Lekker. Ja, mag je hebben. Zit er nog kaneel op? Ja, even kijken. En het is raar hoe lullig je tegen Kevin doet. Ja. Gaat hij nog een keer, hè? En pikt al je shit. Dat is toch niet helpen dan, als iemand al je shit pikt. Dat lijkt me niet echt helpen, maar oké. Okay. Wat zijn jullie favoriete game? Dat hebben we al verteld. Hey, wanneer is de volgende show? Nee, kom, we gaan deze de volgende show is waarschijnlijk oktober, denk ik. Zo. Deze denk het wel. Want Pieter gaat binnenkort weer weg in oktober. Ja. Denk na de first loop, want dat hebben we misschien iets om daarop te hebben. Ja, en wij zoeken nog gasten. Dus ben jij een YouTuber, maak je video's? Stuur ons even een privébericht. Zet er even in ook wie je bent, wat je allemaal doet. En ja, dan willen we wel van tevoren even ontmoeten, maar... Ik denk dat het wel het handigste is als je van tevoren al weet wie het is en niet zomaar een link stuurt. Nee, ze willen wel even weten... Je moet een YouTuber zijn met video's op je kanaal. En dan willen wij jou van tevoren even ontmoeten en eventjes al van tevoren even contact hebben voor je hier komt zitten. Ja, maar dat kan dus. Nee, en voor de volgende keer willen we eigenlijk ook iemand die misschien komt zingen of zo. Dus kan jij zingen? Of speel jij een leuk instrument? Kan je dat een beetje goed? Dan laat het ook even weten. Want ik mis de muziek vandaag. Ik mis het ook, maar Anil kan er niet bij zijn. Dus dat is nee, even bij bedenken, even zelf een liedje zingen. Jeroentje Boy, First Look is voor de 14 plus. Ja, het is 14 plus. Geen 12-jarigen mogen helaas niet naar First Look. Nee. Sorry. Laten we even kijken. Ik ben 14 nog. Zijn er nog mensen op Skype die wat willen zeggen? Ja, het loopt een beetje. Doe weer die gas met die bike. We gaan nog 4 minuten door. Ja, we gaan nog 4 minuten door. Dus mensen, heb je nog een vraag? Dan, Laatste vragen, laatste belletjes die nemen nog op. Laatste vragen, laatste. Ja, hey, de belt iemand. Jeroen alweer. Schrek! Zullen we het weer doen? Angela! Doe nog een keer, Angela! Neem hem op. Neem hem gewoon op. Kijk! Ja, doe dat serieus hoor, dat is ook zin. Die kom je ook op chatroulette tegen. Ik zeg het niet. Die kom je ook op chatroulette. Hallo! Flora! Hallo, zet je webcam eens aan. Flora, dat is ook Flora. Hallo? Heb je een webcam? Hallo? 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 Hey, ik ben Hallo? Hey, ik ben Nou, de kwijt geluid kon de stream even uitzetten. Het ja, even zorg even dat het geluid goed is. We zetten het geluid van de stream uit als je belt, want hier kunnen we niks mee, sorry. We hebben nog 3 minuten mensen, dus als je nog wil bellen. 3 minuten. Oh, sorry voor de onduidelijkheid, maar het gaat over echt behoefte en tweet zijn dus. Zet moet je. Oké. Okay. Ahmed. Nee, Ahmed. Oh, sorry, ik mag zo niet. Ahmed belt. Hallo. Hey vriend. Oh, dat is die weer, die troll. Wat doe je? Hallo. Hey, ja, ik hoorde van andere vrienden dat jullie zo hier waren. Ja, oké, okay, fijn voor je. En ik dacht zo, hey, ik kom gewoon eventjes. Gewoon even langs, ons gewoon even bezoeken. Nou, heb je nog vragen? Echt over daar ging ons geluid. Ja. Of hij is hem gewoon gesmeerd. Wel, als we niet aanhouden. Sorry, houden we bij hem terug.
Kan iemand even vragen waar Angela woont? Nou, laten we gewoon kijken of het nog een keer, of het nou wel goed is. Ja. Hallo? Nog een keer. Hallo? Kan je het geluid van de stream even uitzetten? Hallo? Hallo? Hoi? Hallo? Hallo? Volgens mij is je gewoon een bandje dat ze afvult. Zet de stream zeker af. Dag. Hallo? Toch, toch. Volgende patiënt. Spam lief. Live. Bedoel je waarschijnlijk niet lief. Ja, ik ben nog 1 minuut hier ook. En dat weet ik dan ook weer. Volgens mij kunnen we beter het een beetje af gaan ronden, want dit wordt niks meer. Mijn computer is ook uitgevallen, dus. Nee, dus laten we dit even afsluiten. Ik zou zeggen, dit was... Ja, dit was onze live show voor deze keer. En in oktober zijn we waarschijnlijk weer. Volg ons nog even op YouTube, youtube.com/moviemakerstv. En daar gaan we nog volop op door. En laat nog even weten wat je ervan vond. Ja, laat even weten wat je ervan vond. Wat je van de live show vond. Ja. Kijk ook even op het kanaal van Smal. En dan zeggen we houdoe. Ja, dan zeggen we houdoe. 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 En ik heb kneel op mijn broek. Houdoe. Oh, ik heb een mooie keel. Ik ook. Nou, dan gaan wij daar even stil. Dat is geen pretje. Hij is wel uit, hè. Moet ik even stop drukken. Dan doe ik nog mijn zo beroemde uitspraak. Dylan, jouw stukje komt zeker weer op internet. Pfff. Ik ga er nog steeds last van, ik zie.